nadenken over de politieke collaboratie in Vlaanderen, over haar betekenis en haar gevolgen voor het Vlaams nationalisme en de Vlaamse bewegingen in het algemeen, dat is precies de bedoeling van het programma dat we u vandaag aanbieden. Doordat het nationaal-socialistisch Duitsland de oorlog heeft verloren, is van de verwachtingen van de collaborateurs niets uitgekomen. Velen, vooral in het VNV, voelden trouwens reeds tijdens de bezetting aan dat ze bedrogen zouden uitkomen. Want alles wees erop dat voor de zelfstandigheid van Vlaanderen ook in het Groot-Germaans Rijk geen plaats was. Hoe staat u nu tegenover de Duitsers die wij hier tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gekend? Oh, heel negatief. Oh, waarom? Waarom? Op een bepaalde ogenblik zijn wij tot de vaststelling gekomen bij VNV'ers dat wij van de Duitsers bij een Duitse overwinning niks te verkrijgen hadden voor de Vlaamse beweging. De Duitsers stelden zich zeer imperialistisch op ten overstaan van ons. Het VNV werd meer en meer in de luren gelegd. Over Groot-Nederland, het woord diets mocht niet gebruikt worden. Er werd... Dat was reeds zeer vroeg van in de... Dat was zeer vroeg, ja. En wij kwamen tot de vaststelling dat datgene waarvoor wij meenden te collaboreren, dus het VNV, dat datgene waarvoor wij voor collaboreerden zeker nooit zou verwezenlijkt worden bij een Duitse overwinning. Want ik heb altijd de mening toegedaan geweest dat wij 100 maal meer zouden verduitst geweest zijn bij een Duitse overwinning als dat wij ooit verfrans zijn geweest. En tweedens denk ik dat het VNV gewijfeld heeft om ergens stop te zetten met de collaboratie, omdat zoveel jongens aan het Oostfront streden, omdat zoveel jongens in verschillende formaties dienst deden, achter het front of ook hier in Vlaanderen. En omdat er ook zoveel burgemeesters en schepenen waren benoemd die VNV'er waren. Inderdaad. En omdat men zoveel VNV's in alle handen belangrijke posten had kunnen brengen. Het is moeilijk om op te geven zoiets. Dat is zeer moeilijk. Het is ook zeer moeilijk om op de ingeslagen weg terug te keren. Dat is inderdaad zeer moeilijk. Men kan zeggen dat al die nationale volkse groeperingen, nationale organisaties, niet alleen in Vlaanderen, ook in Frankrijk, in Walen, in Wallonië, in Noorwegen, in Denemarken, in Noord-Nederland, gemisbruikt werden door het politieke Duitse regime. Dat staat zonder twijfel vast. Dat is een zware bekentenis, hè? Ja. Vanwege nu als Duitser? Ja, natuurlijk. Hebt gij veel... Ze zijn niet alleen gebruikt worden, ze zijn gemisbruikt worden. Ja. En ik heb gezien toen in die tijd reeds dat al die mensen met al hun idealisme die ze ingebracht hebben in die zaak, reeds door een systeem gemisbruikt werden, een systeem dat absoluut geen moraal geweten hadden. En geen rekening hield met de belangen van die nationale gemeenschap. Ach, dat was toch... Bijzagen. Macht was de hoofdzaak. Wel, ik meen dat ik de basis, het idee van de basis, van de basismilitanten van het VNV best kan weergeven als volgt. Wij hadden vertrouwen in het VNV dat de strijd voerde alleen voor Vlaamse zelfstandigheid. Van de andere kant beschouwden wij iemand die lid was van D-vlag of Germaanse SS, beschouwden wij als iemand die meer was voor Anschluss en meer was
voor een kniebuiging op de knieën gaan voor de Duitsers. Maar meent u niet dat het VNV eveneens knievallen heeft gedaan voor de Duitsers? In welk opzicht? Wel, omdat ze zichzelf hebben aangeboden om te collaboreren. Het doel wettigde met hen. En voor ons was het hoofddoel zelfstandigheid voor Vlaanderen, vrijheid voor Vlaanderen, die men nooit, nooit van Belgische zijde zouden gekregen hebben. Kijk maar eens aan, de Vlaamse beweging duurt nu 100 jaar en we zijn nog niet zelfstandig. Ja, maar als u de indruk had dat u van België onvoldoende zelfstandigheid kreeg, hoe kon u dan gaan denken dat u die van de Duitsers zou gaan krijgen? Wel, dat woord nationalisme en dat nationaalsocialisme, dat bekoorde wel min of meer een beetje, hè. Dat nationaliteitengevoel, dus één volk binnen dezelfde grenzen. Ja, wij hebben misschien gehoopt dat de Duitsers eerlijk waren. En ze zijn het niet geweest. Hebt gij meer dan eens de indruk gehad, tijdens de oorlog dan, dat jullie uw wensen voor werkelijkheid namen? U zegt nu net, we hebben gehoopt. Maar ja, daar hebt u niks mee in de hand. Hè? Zeker en vast niet. Zeker en vast niet. Zeker en vast niet. En dat speelt nu niet of dat de Duitsers... Dat heeft niks te zien met de Duitse nederlaag. Toen iedereen overtuigd was van de Duitse nederlaag, hè, dan wist men al dat al wat dat men gedaan had, dat nutteloos geweest was. Maar dat konden we niet achteruit. Dan zaten we daar met ons vrienden aan het oostfront, dan zaten we met ons mensen die aan de fronten zaten. Burgemeester Schepen. Schepen, wij konden niet meer achteruit of vooruit. Ofwel moesten we af zijn tegenover die mensen. Wat moesten we doen? Ook in de weerstand gaan. Dat ging toch niet? Maar wij hebben te veel vertrouwen gehad in de Duitsers, dat men dacht, langs de ene kant krijgen we misschien ons zelfstandigheid in Vlaanderen. En toen we het ingezien hadden, was er geen weg terug meer. Daar was geen weg terug meer voor ons. Wij moesten voorten tot het bittere einde. En dat bittere einde, dat kende men al in 1943. Wij wisten, de krieg, de oorlog was verloren. Ook voor de Duitsers. En we wisten ook wat dat ons te wachten stond. En toch hebben we ons kruis gedragen tot boven Golota. Geen verstand, ja. Maar het is een kruis dat u zelf hebt opgenomen om te dragen. Hè? Ja. Dat is u niet opgelegd. Nee. Men was niet verplicht om te komen. Men was niet verplicht, nee. Maar men is nooit verplicht, hè. En u weet wel dat de mensen... Maar als de liefde voor uw volk zo groot is, als de liefde voor uw volk zo groot is, ja, dan wordt het meer gevoel, hè, als verstand. Maar en dan hadden we misschien beter ons verstand gebruikt. Nu hebben we ons gevoel laten leiden. En wat doen wij dan nog? Maar die liefde voor Vlaanderen is door gevangenis heen niet verminderd. Meent u niet, meneer Malafoy, dat de Vlamingen zo fier moeten zijn? Ja. Om gans alleen hier in dit land af te dwingen dat ze over hun eigen lot kunnen beslissen. Moeten ze niet zulke fierheid hebben dat ze dat gans alleen doen en niet met de hulp uit het buitenland? Misschien wel, ja. Meent u ook, dokter Pesch, dat het VNV zeer zwaar in zijn verwachtingen bedrogen is uitgevallen? Het VNV is bedrogen geweest, maar ik zie dat ook zo. Al diegenen die met de Duitse bezetting samengewerkt hebben, zijn bedrogen geweest. Dus u meent dat niet alleen het VNV is bedrogen, maar ook de D-vlag, ook de algemene SS bedrogen is geworden? Ja, ze zijn allemaal bedrogen geweest. Aha. Ze zijn allemaal misbruikt geworden? Allemaal, natuurlijk. Ja, u vindt dat zelfs natuurlijk. Hè? Ik ben tamelijk verrast door uw uitspraak. Ja, maar een systeem als het nationaalsocialisme, een regime als dat van Hitler, zoals dat van Hitler geweest is, in feite. En wij weten nu veel beter nog dan tijdens de oorlog en tijdens het Derde Rijk wat dat voor een regime geweest is. Zo'n regime heeft geen scrupel. Geen scrupules. Geen scrupules. Bent u met mij akkoord dat die Germaanse rijksgedachte, dus die evenwaardigheid van al die volkeren, dat dat een droom, een spiegelbeeld was dat men voorhield
om mensen uit het buitenland te lokken die daar wel wilden in geloven? Natuurlijk was dat het geval. Ik zal zeggen, uit mijn kennis van de zaak, ook van de laatste maanden die ik in Berlijn in de Germanische Leidstellen doorgebracht heb, dat het een mengeling was van idealisme, van oude Germaanse dromen. Mythen. Ja. Ja. Mythen. Een Germaanse volkerengemeenschap. En machtpolitiek. Naakte machtpolitiek. Maar is het niet zo dat de machtsoverwegingen, dat het naar binnen werd gehouden en dat naar buiten men dat idealistisch voorstelde? Natuurlijk, dat is altijd hetzelfde. Anders zou men niemand kunnen aantrekken. Natuurlijk. Het enige probleem is dat zoveel jongeren daarin geloofd hebben in die tijd. Ja. Dat zij op gelijke voet zouden geplaatst worden. Niet waar? Die trouwens hun leven zijn gaan geven aan het Oostfront. Ja. Realpolitisch, dat kan men alleen herhalen. Dat kan men altijd, dat moet men altijd herhalen. Realpolitisch gezien was dat Germaanse Rijk, waarvan de SS gesproken heeft, als een federatie van gelijkberechtigde volkeren een illusie. Dat kon, zou Duitsland de oorlog gewonnen hebben, dat was onmogelijk te realiseren. De stelling van het VNV is altijd geweest, de Duitsers hebben ons bedrogen. Maar u zal mij toch toestaan te laten opmerken dat de VNV-leiding dan toch wel bijzonder veel tijd nodig heeft gehad om te zien dat ze bedrogen was. Want reeds midden 41 had het VNV duidelijk besluiten kunnen trekken. Inderdaad, daarin heb je gedeeltelijk gelijk. Het heeft lang, eigenlijk te lang geduurd, eer het VNV de conclusies overdacht heeft, waarmee de conclusies overdacht heeft welke in de houding van de Duitsers besloten lagen. Maar het was zo, het VNV had zich dan geëngageerd in de collaboratie. De collaboratie was een zeer groot raderwerk, men zat erin en men kon er zomaar niet uit, lijkt men wilde. Er waren geen waarborgen. Ik dacht eerst dat er waren en hoe meer ik zocht, hoe minder ik vond. Maar dan begon dat ontstellend te worden. Niet waar, men antwoordde altijd, ik heb eens een brief van Staf de Klerk gekregen, maar ik heb geen brieven meer. Die zei voor een bepaalde zaak, ik had gezegd, ja maar waar gaat dat naartoe? En ik kreeg dan enkele lijnen, je moet betrouwen hebben enzovoorts. In de leider. Toen ik jong was, geloofde ik daarin, jonge mensen natuurlijk, vooral gelijk wij opgevoed waren. Verafgoding. Niet waar, zo ver ging het niet, maar wij waren in een min of meer patriarchale geest opgevoed geworden. In die tijd hadden de vaders en hadden de oudere generatie ook meer gezag. Men heeft van mij veel later gezegd dat ik een van de eerste contesteerders geweest ben. Daar is iets van, maar dat werd nu is dat goed natuurlijk. Maar in die tijd werd dat niet aanvaard eigenlijk. De verhoudingen waren dogmatischer, imperatiever zo. Hè. Misschien hebben we te weinig nagedacht op dat ogenblik. Maar we hebben ook geloof gehad in ons leiders. We hebben ook naar die mensen opgekeken. Het schijnt dat normaal is. Het was een tijd van, ja, dat er leiders waren, dat er nog naar opgekeken werd. Misschien hebben we ook naar opgekeken dat het niet nodig was. Maar ik geloof nooit dat die mensen, en ik denk hier terug aan die verschillende mensen uit ons rangen, aan een Staf de Klerk, ik denk terug aan een Roomzee, Nest van den Bergen, ik denk terug aan al die mensen, en ik geloof toch nooit dat die mensen in hun diepste binnenste de bedoeling gehad hebben, wij collaboreren met de Duitsers om Duitsland gewillig te zijn. Ik denk dat ze allemaal gedacht hebben, langs de Duitsers om, lukt het ons misschien. Heeft u zich bedrogen gevoeld? Nee, zo zou ik het niet durven uitdrukken. Ik bedoelde de Duitsers, hè? Nee, ik heb me niet bedrogen. Ik sta, laten we zeggen, ik wens de tijdsomstandigheden in werking te nemen. En dan sta ik nog steeds achter het feit dat ik gecollaboreerd heb. Ik wil mijn verleden niet verloochenen.
Hè? Maar ik zeg er onmiddellijk bij dat ik niet meer of nooit meer achter een totalitair regime zou staan. Maar stond ik toen achter een totalitair regime? Ja, omdat het inderdaad een totalitair regime was. Nee, omdat ik me niet besefte dat het een totalitair regime was. Dat zijn we pas later gaan beseffen. Daar zit het onderscheid. Lang nadenken, veel lezen, hebben mij tot de overtuiging gebracht dat het nationaal socialisme een totalitair regime was. En dictatoriaal. Dictatoriaal, elk totalitarisme brengt de dictatuur met zich, van wat dan ook. Een totalitair regime was. En ik verwerp op dit ogenblik elk totalitarisme, van welke aard dan ook. Dus niet alleen het fascistisch of nationaal-socialistisch totalitarisme, ook het communistisch totalitarisme, elk totalitarisme. Het VNV was, meer dan de D-vlag, de politieke exponent van het Vlaams nationalisme. Het feit dat ook onder Duitse leiding de Vlaamse zelfstandigheidsgedachte niet aan bod kon komen, veroorzaakte bij vele VNV'ers een diepe ontgoocheling. Jef Olaerts stond tijdens de bezetting in het VNV. Reeds einde 1941 heeft hij als VNV-lid ontslag willen indienen uit protest tegen het gebrek aan waarborgen van Duitse zijde en de dubbelzinnigheid van de VNV-politiek. Van 1942 tot 1944 was Olaerts oorlogsburgemeester van Genk en sinds 1968 was hij Vlaams Nationaal Parlementslid. Het schijnt een ontgoochelende tijd voor u geweest te zijn, meneer Olaerts, die bezetting en die collaboratie van het VNV. Ik geloof dat u heel wat problemen heeft gehad bij uzelf, in uw eigenste binnenste, in gevolg van die collaboratie door het VNV. Dat is de indruk die ik opdoe. Ja, ja, dat wordt nog erger naarmate dat de jaren vorderen. Dus, hè. Dat wordt dus inderdaad heel erg. Het was zo erg dat ik dus begon uit te zien naar de bevrijding. Al vroeg, hè, en te hopen dus dat het zou afgelopen zijn en dat het gedaan zou zijn, omdat het werd ondraaglijk. Hè. Bedoelt u dat de bevrijding ook voor u een bevrijding was? Ja, ja, ik heb de bevrijding dus als een verlossing gezien. Voor sommige VNV'ers zoals Willem Gruils, de zoon van de oorlogsburgemeester van Brussel, Jan Gruils, leidde hun ontgoocheling uiteindelijk tot een openlijke breuk met het VNV. Je weet, het is de wereld waarvoor ik alles over gehad had. De breuk heeft wel een soort trauma nagelaten. Ik kon niet anders doen op een gegeven ogenblik dan kiezen. Niet waar, maar het is me wel zwaar gevallen. Ik voelde me diep verbonden met de beweging, maar men moest op een ogenblik kiezen ofwel zijn eigen volk ofwel de politiek die gevolgd werd. En die politiek kon ik niet meer voor mij verantwoorden. Als u moet kiezen tussen uw volk en de politiek, dan kiest u uw volk. Dan kies ik voor mijn volk, zonder aarzelen, niet waar. Je kunt niet ter wille van een ideologie, niet waar, terugkeren naar uw eigen mensen, naar uw eigen volk, des te meer dat allerlei gevolgen voor de mensen meebracht, hè. Wij gaven altijd en wij kregen, ik bedoel wij persoonlijk, ik zeg het niet voor ons persoonlijk, maar wij kregen niks in de plaats en voor onze toekomst was het een vraagteken. En dat is een van de hoofdredenen geweest die mij tot mijn houding aangezet hebben. Wellicht de belangrijkste vraag in deze nabeschouwingen is, wat heeft, achteraf bekeken, de collaboratie in Vlaanderen voor het Vlaams nationalisme en voor de Vlaamse beweging in het algemeen betekend? Wanneer ik het zo bekijk, dan is de collaboratie voor de Vlaamse beweging echt rampspoedig. En ik zeg eerst voor de Vlaamse beweging en dan maar voor het Vlaams nationalisme. Verraad tegenover Vlaanderen? Verraad tegenover het testament van de IJzersoldaten en de documenten van de frontbeweging zoals Vlaanderens Dageraad aan den IJzer in 1917. Daaraan een verraad, ja. Dus niet alleen een verraad aan België,
maar ook een verraad aan Vlaanderen. Noemt u de collaboratie? Vind ik, ja. Een verraad aan wat de gronden waren van de politieke Vlaamse beweging. Documenten die men is gaan noemen het testament van de ijzersoldaat. En waarvan het allerbelangrijkste is het geheime, illegaal verspreide, belangrijke document waarvan men denkt of meent te weten dat de auteurs Borginon waren en Philippe de Pille zijn, elk voor één hoofdstuk, Vlaanderens dageraad aan de IJzer. Bestond uit twee delen. Het eerste gedeelte was, België moet hervormd worden. En ze gaven daar nog niet zo'n concrete lijn aan, maar laat ons zeggen, moest toch wat een autonome structuur voor Vlaanderen komen, laat ons nu federalisme noemen of wat ook. Met eigen regimenten, eigen administratie, splitsing van sommige ministeries enzovoort. U kent heel de literatuur, brieven over administratieve scheiding, Vlaamse regimenten enzovoort. En het tweede deel, en dat vergeet men altijd erbij te zeggen, waarvan ik denk dat het door Philippe de Pille zijn geschreven is, was de eis een zelfstandige buitenlandse politiek te kunnen voeren. En door niemand op kronkelwegen te kunnen gevoerd, nog Duitsland, nog Frankrijk, nog welke geallieerden ook, op kronkelwegen te worden gevoerd waar het Vlaamse volk niet wou komen. Dat we zeggen, niet met geboeide handen in een of andere blokvorming of beleid met andere doellijn dan Vlaamse terecht te komen. Dat noem ik, dat waren na de oorlog, waren dat de stukken van politiek Vlaams beleid. En aan dat, aan deze inzicht, de structuren binnen België te veranderen, en een buitenlandse politiek zich niet te laten boeien, werkelijk meeslepen en zonder recht op eigen inspraak of inzicht gewoon mee te worden, in de vloed te komen van een andere grote machten, dat is mijn zinziens verraden door de politieke collaboratie, dat meen ik. Dat is het eerste aspect. Het tweede weegt mij zwaarder en daar was ik mij in die tijd meer van bewust, misschien door mijn situatie in jeugdleiderschap en heel de achtergronden, u weet het wel, studentenbewegingen, Rodenbach, Dosvel en wat weet ik allemaal. Dat is wat ik zou kunnen noemen het vervuilen van wat ik noem de bronnen van het Vlaams nationalisme. Wat zijn die bronnen van het Vlaams nationalisme? In ieder geval een zeer diep personalisme. Denk aan veristen enzovoort. Ja. Dat we zeggen het optillen van een volk, niet als een of ander superieure volksgemeenschap, maar gewoon in de wereld zijn wie je bent. Dus je moet er bovenop komen, uzelf zijn door de waardigheid van heel uw traditie en gans uw verleden. En van alles wat in u zit, meer is in u, mensen worden van niveau. Mensen met hun eigen uitdrukking, met hun eigen plaats in de wereld, met hun eigen taak in de wereld. En dit alles in het teken van de dienstvaardigheid. Men heeft namelijk toegelaten dat het nationaalsocialisme in zijn bekende programmapunten, die zijn een gewelddadig militarisme, een vreselijk racisme, het niet aanvaarden dat ieder volk op deze wereld en ieder mens op deze wereld met gelijke rechten zichzelf moet kunnen zijn, moet kunnen openbloeien. Dit ethisch personalisme voor overgrote meerderheid daarboven, buitengewoon christelijk en evangelisch getint, dat hebben zij gewoon weg laten vegen door het nationaalsocialisme. Vele Vlamingen, of een aantal Vlamingen toch, want het is toch zo dat de collaboratie, laten we zeggen, nauwelijks 5% van de bevolking heeft in de ban geslagen. Hm? Ja, dus het ja. blijft toch nog altijd een kleine minderheid. Ja. Maar ik bedoel maar dat Vlamingen hebben toch geleerd, of hadden toch moeten leren uit de Eerste Wereldoorlog. Het is toch zo dat heel wat kinderen van activisten ook in de collaboratie van de Tweede Wereldoorlog zijn geraakt. Juist. Men schijnt dus niks geleerd te hebben uit die Eerste Wereldoorlog. Men is terug met open armen in die ja, collaboratie gelopen. Ik kan het niet ontkennen wat je daar zegt, hè. Dat is eigenlijk juist. Maar het is zo dat het nationaalsocialisme zich aangeboden heeft met een heel ander programma dan de partijen die dus betrokken waren in de Eerste Wereldoorlog. Het programma was heel verschillend. Het programma
paste ons beter. Het programma was een anti-parlementair programma. Het was een volksprogramma. Dat paste natuurlijk beter bij ons dan de partijen. Politiek van de Eerste Wereldoorlog. U heeft verwacht dat de Eerste Wereldoorlog was een statenoorlog geweest. Juist, hè. U heeft verwacht dat het een ideologische oorlog zou zijn. Juist, is het in feite een ideologische oorlog geweest? Is het niet zo dat Duitsland vooral aan Duitsland heeft gedacht? Opnieuw? Natuurlijk, Duitsland heeft uitsluitend aan Duitsland gedacht, hè. En hetzelfde wat in de Eerste Wereldoorlog is gebeurd, dat België een soort ruilpand geworden is. In heel die operaties, datzelfde heeft zich herhaald in de Tweede Oorlog, want als je Schellenberg leest, dan kun je daarin vaststellen dat Schellenberg en Himmler al ernstige besprekingen voerden in 1942 over wat zij eventueel zouden kunnen aanbieden als ruilobject om een deel van het veroverde gebied te behouden. En tot die ruilobjecten behoorden België en Nederland. Dus dat was een herhaling van wat ook in de Eerste Wereldoorlog gebeurd is. Dus het was in feite opnieuw een Duitse zaak en niet een ideologische zaak. Het was een pure machtsstrijd. Dus een Duitse machtsstrijd. Collaboratie om politieke doeleinden kan begrijpelijk zijn. Wanneer die collaboratie als, niet alleen als doel, maar zelfs als mogelijkheid geeft, sommige politieke doeleinden die men altijd heeft gehad, die duidelijk in een eerlijke lijn lagen voor het Vlaams nationalisme in casu minstens federalisme of een totaal zelfbestuur, maar in ieder geval het opheffen van de unitaire Belgische staat, deze collaboratie die zou middelen zien om die doeleinden te bereiken en die die doeleinden zou kunnen blijven verdedigen in de oorlogssituatie, zou ik begrijpelijk vinden, verklaarbaar en, zoals ik doe voor de activisten, zelfs in sommige mate aanvaardbaar. Maar wanneer het duidelijk werd, en dat was zeer vrij duidelijk, reeds van censuurmaatregelen in 40 vanwege de bezetter, tegen sommige openbare optredens, pers en wat weet ik allemaal, dat die doeleinden niet konden gesteld worden, niet mochten gesteld worden. Dat deze doeleinden werden omgedraaid in de belofte van een vage, betere Europese orde met Germaanse leiding, dat daaraan geen enkel specificering werd toegevoegd. Dan vind ik dat de collaboratie voor mij absoluut verwerpelijk had moeten zijn voor deze die al zo lang en met zoveel achtergronden en ervaringen hadden moeten weten hoe zij hun doel best konden bereiken. In deze zin vind ik de bewuste inschakeling in de motieven en in de doeleinden van de Duitsers, maar ik ga het voorzichtiger zijn en misschien zachter, in ieder geval het zich inschakelen zonder de vaste beloften en reeds tekenen daarvan, van eigen Vlaamse doeleinden daarin, onbegrijpelijk. En ik moet zeggen, op sommige punten vond ik het soms verachtelijk. Ik ben misschien een verstokt zondaar, maar tot nog toe heeft mijn actieve deelneming aan de collaboratie bij mij niet het geringste schuldbewustzijn verwekt. Ik heb slechts vastgesteld dat wij alle ons vergist hadden. Vergist in de overwinningskansen van het Derde Rijk, in de politieke doeleinden van onze Duitse partner en ook in de trouw van sommige onze vrienden. U heeft mij gezegd dat de politiek van het VNV een aaneenschakeling van vergissingen is geweest. Nou, dat is erg, hè? Kan u ons dit uiteenzetten? Stad de Klerk dacht eerst dat Frankrijk België zou de grootste gevaar was voor onze neutraliteit. Het is van Duitsland gekomen. Staat de Klerk heeft zich vergist als hij dacht dat hij langs de kant van de Weermacht, langs de kant van de overwinnaar en veiliger zou staan. Hij stond daar inderdaad veiliger, maar hij stond niet langs de kant van de overwinnaar. Hij heeft zich vergist wanneer hij dacht dat de Duitsers de oorlog gingen winnen. Ze hebben de oorlog niet gewonnen. Hij heeft zich vergist toen hij in augustus
1842 toegaf aan de drang van Elias om niet te stoppen. Hij had moeten stoppen. Elias heeft ook vergist wanneer hij hoopte op die mogelijkheid van een vergelijk van Duitsland en Engeland, heeft hij zich ook vergist. En er zijn zo even als Paak zich vergisten als hij in Frankrijk zit, dat hij dacht, de oorlog is gedaan, ik moet terugkomen. Maar die heeft het geluk gehad dat de omstandigheden hem langs de kant van de overwinnaar gedreven hebben. Elias en Stel de Klerk hebben het ongeluk gehad dat ze langs de kant van dus diegene stonden die de nederlaag leiden. Is volgens u de collaboratie een fiasco geweest voor Vlaanderen? Het is niet alleen een fiasco, de collaboratie heeft Vlaanderen, als we dan de klok terugzetten naar, laat ons zeggen, 9 mei 40, heeft Vlaanderen gewoon als gemeenschap achteruitgeslagen. De Vlaamse nationalisten hadden mijn zinziens 100 keer gelijk met te zeggen dat België in zijn taalstructuur van 1932 heel nog niet aanvaardbaar was, omdat de toepassing niet gebeurde. Maar dat na de Tweede Wereldoorlog is het gewoon mogelijk gemaakt dat men daar zelfs de stem niet meer over kon verheffen. Maar het feit dat verworvenheden, zelfs geen verworvenheden niet meer waren, dat onmiddellijk met een niets ontziend cynisme gewone verworvenheden als taalwetten, taalgrenzen, talentellingen enzovoort, jaren en jaren, gewoon straffeloos niet meer moesten worden toegepast. Dat is meer dan een fiasco, dat is een schaduw die men geworpen heeft op de hele doelstelling van de Vlaamse beweging en een grote machteloosheid gegeven, vermits het jarenlang niet mogelijk geweest is. Zelfs op deze minimale Vlaamse stellingen, dat we zeggen Vlaamse rechten binnen België, laat staan aan meer structurele verandering, jarenlang Vlaanderen daarvoor geen stem meer had. De collaboratie was een vergissing, want het is gebleken dat wij regelrecht afstevende naar een annexatiepolitiek en dat wij een rijksschouw zouden geworden zijn. Welnu, als dat het resultaat van de collaboratie zou geweest zijn, dat we een Rijksgau Vlaanderen zouden geworden zijn, dan zeg ik, wat een geluk dat Duitsland de oorlog verloren heeft. Want anders zouden wij met nog meer kracht dan ooit hebben moeten roepen, onverfranst, onverduidst. Tot welk besef is hij nu gekomen? Wij zijn reeds zeer vroeg tot het besef gekomen dat wij eigenlijk onnozele kloten zijn geweest. Door samen te werken met Duitsland en zodanig regime waar wij achteraf natuurlijk de fantastische misdaden van hebben horen beschrijven en vernoemen, dat wij daar hebben mee meegewerkt. U schijnt heel wat van opvatting veranderd te zijn. Inderdaad, dat geef ik toe. En is dat verkeerd van mijn entree? Oh nee, dat heb ik niet bedoeld. Ik heb enkel een vraag gesteld. Onze bedoelingen, meneer De Wilde, onze bedoelingen als Vlaams nationalisten in de collaboratie waren zuiver, idealistisch. Misschien een beetje te idealistisch. Misschien hebben wij met ons twee voeten, inderdaad, wij hebben met ons twee voeten boven de grond gezweefd. Dat ding. Maar uiteindelijk is het allemaal te vergeefs geweest, want wij zouden nooit ergens iets hebben kunnen bereiken voor Vlaanderen of voor een zogezegde Vlaamse zelfstandigheid van het Duitse nazisme. Om de goede reden dat al reeds tijdens de bezetting door Germaanse SS, door D-vlag en ook door de Duitse overheid duidelijk dat ze duidelijk hebben laten aanvoelen dat na een Duitse overwinning Vlaanderen een rijksgau zou moeten worden van het Groot Germaanse Rijk. Als het nog te doen was, meneer Malafroy, zou u dan opnieuw in de collaboratie gestapt zijn? Nu? Ja. Als ik oordeel
dat het nodig is voor Vlaanderen. En voor het Vlaamse volk. En voor Vlaamse zelfstandigheid, ja. U schijnt niet het gevoel te hebben dat, doordat u in de collaboratie heeft gestaan, dat u ergens ook voor Vlaanderen wellicht fout is geweest. Dat schuldgevoel heb ik zeker niet. Meent u niet dat de collaboratie in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog de Vlaamse zaak schade heeft berokkend? Dat kan. Dat kan. Maar ik meen dat wie een echte zwarte geweest is, dat hij het gedaan heeft met de beste bedoeling, zonder winstbelang, voor zijn volk, voor Vlaanderen. Maar meneer Malafroy, niet iedereen die in de collaboratie is geweest, is toch om zulke verheven idealen erin gestapt? Ja, daar ben ik van overtuigd. Dat is serieus. Er zijn er massa profiteurs bij geweest ook. Hè. Maar een groot deel van ons mensen was idealistisch ingesteld. En heeft zich niets te verwijten. Per slot van rekening, meneer De Wilde, stond ik, zoals mijn kameraden, met zuiver bedoelingen in de collaboratie. Dus, eigenlijk in feite, hebben we ons niks te verwijten, tenzij dat we ons hebben laten misleiden door een Duitse bezetter, die eigenlijk niet anders was als een overweldiger, als een imperialist, en die daden hebben gesteld die door heel de wereld worden verafschuwd. U bent er zich van bewust dat u een van de weinigen zijt die op dit ogenblik zo praat? Daar ben ik me ten zeerste van bewust, maar ik heb ondervonden dat vele van ons kameraden stoer willen doen als ze onder elkaar zijn. Maar als ze in de grond van hun hart de waarheid willen naar boven brengen, dat er velen zouden zijn die zo praten als ik. Maar men wil onder elkaar storen zijn. Waarom zou er nog meer leed moeten geweest zijn? Is er niet genoeg miserie geweest aan de twee kanten van de barricade? Is er iets mooier als vriendschap onder de mensen? En is er iets oneindig slechter als een haat tegen elkaar en een fanatisme tegen elkaar? Zo kunnen wij geen schone wereld beleven, met fanatisme en met haat. En ook op dit ogenblik, hè, als we nagaan wat er allemaal gebeurt in de wereld, hè, het is ongelooflijk, het is onbeschrijfelijk, die haat. Wat zitten we hier in een land? We zitten hier in een paradijs. Wat is voor u na de oorlog het belangrijkste geworden? Na de oorlog, als ik zo terugblik en al hetgene overschouw wat ik heb meegemaakt en al hetgene overschouw wat we nu meemaken in de wereld, in zoveel landen, dan ben ik tot het besef gekomen dat eigenlijk het allerafschuwelijkste dat men kan meemaken is een dictatuur. Gelijk de welke, of ze nu rechts is of links is. En ik kan nu goed begrijpen, en ik respecteer dat ook, dat mensen die zich om die gevoelens hebben ingezet in de verzetsbeweging, om die gevoelens, en mensen die zich werkelijk hebben ten dienste gesteld van het verzet uit vaderlandsleven, en omwille de vrijheid, ik kan daar zeer goed in komen en ik kan dat appreciëren. Vrijheid is voor u. De vrijheid, volgens mij, op mijn ouderdom en hetgeen wat ik allemaal heb meegemaakt en waar ik mijn besluiten uit trek, de vrijheid is het voornaamste goed van de mens in het leven. Goedenavond, beste kijker. Met dit getuigenis van Jacques Ooms werd een 18e uitzending besloten in een reeks die een stuk van onze hedendaagse geschiedenis onderzocht. Sommige van deze uitzendingen in de reeks politieke collaboratie werden gevolgd door een debat. En ook vanavond, na de relatief korte uitzending, 40 jaar later, kunt u een iets wat langer debat volgen. Met ook een enigszins uitgebreider panel dan gewoonlijk. De uitzending die u zo net gezien hebt, is als het ware een inleiding tot dit debat, waarin we van gedachten willen wisselen
rond het thema wat heeft de collaboratie, de politieke collaboratie, betekend voor de Vlaamse beweging. Dit natuurlijk bekeken 40 jaar later. Zoals gezegd, het panel is vanavond iets wat uitgebreid. We zitten met 13 aan deze tafels en ik stel voor dat we geen tijd verliezen met het rijtje af te gaan om onze gasten afzonderlijk voor te stellen. U leert ze wel kennen in de loop van het debat. En ik geloof dat het ongetwijfeld nodig is om het begrip Vlaamse beweging enigszins te omschrijven, te definiëren. Wat is dat? En waarschijnlijk nog belangrijker voor ons gesprek van vanavond, wat was dat? Wat kon men daaronder verstaan 40, 45, 50 jaar geleden? Mag ik misschien beginnen bij Michiel van de Kerkhove? Voorzitter, als men wil onderzoeken welke de betekenis is geweest en is van de politieke collaboratie 40-44 voor de Vlaamse beweging, moet men denk ik uitgaan van de volgende vraag: wat is de essentie van de Vlaamse beweging? En naar mijn gevoel is de essentie van de Vlaamse beweging het volgende: het is het Vlaams nationale, de identiteit van onze Vlaamse Zuid-Nederlandse volksgroep ontdekken, bestendigen en vervolmaken. In het Latijn zeggen ze esse et perfici, dat wil zeggen bestaan en voortbestaan. En ten tweede, die onderscheiden volksgroep in het geheel vervolmaken. Dat eigene, dat verschil, handhaven en verbeteren. Een vraag is natuurlijk dan, als het een nationale beweging is, wat is het nationale? En het nationale, naar mijn oordeel, is het volgende. Het is die praktische, pragmatische, dus niet theoretische, maar de praktische, pragmatische wijze waarop een bepaalde volksgroep, namelijk onze Vlaamse volksgroep, het algemeen menselijke beleeft. Algemeen menselijk wil zeggen, we zijn allemaal mensen. We drinken allemaal hetzelfde levenswater. Maar ieder volk heeft zijn eigen kom. Wij hebben onze kom en die eigenheid bestaat hierin. Het is dat wij als groep binnenin onduidelijk, maar naar buiten tegenover de anderen, dat wij tegenover al de anderen, dat wij een specifiek volk zijn en moeten vertegenwoordigen. En aan mijn gevoel is het daartegen dat de collaboratie gezondigd heeft, gelijk we ze gekend hebben. Omdat precies tegenover die andere volksgroepen, tegenover de vreemden, en a fortiori tegenover een bezetter, dat de collaboratie daartegen gezondigd heeft. Een anekdote, ik herinner mij, dat was in de herfst van 1942. Mannen van de fabriekswacht stapten op langs het Rozenveldplein. Ik stond te kijken aan mijn venster. De schop hadden ze op de rug, op de schouder. En ze zongen waarom ik Vlaming ben. En ze zongen waarom ik voor geen vreemden buig. En ik dacht, zij liggen op een buik voor de Duitsers. Hoe kunnen zij dat zingen? En dat is de tragiek. Het is dat datgene wat wij zijn, door onze geschiedenis, taal, gebruiken, gewoonten, zeden, godsdienstbeleving, relatievorming, liederen, feesten, datgene wat onze strijdliederen in vroegere tijden altijd hebben beklemtoond, wij willen vrij zijn. En wij willen ons eigen identiteit, our way of life, onze manier van leven, willen wij bestendigen, handhaven en verbeteren. We hebben dat altijd willen doen tegenover elke bezetter. Tegenover Spanjaarden, Oostenrijkers, Fransen, Hollanders en tegenover Belgen. En het is dat, dat de collaboratie, dat die Vlaamse nationalisten, die precies zich uitgaven als zijnde diegenen die het sterkst deze volksidentiteit hebben benadrukt en wilden beleven dat die heulden met een bezetter. En dat onder die Vlaamse nationalisten
gewone mensen hoofdzakelijk de schuld legt bij die intellectuelen, bij die leiders, die primo zin voor geschiedenis moesten hebben en weten dat het natuurlijk eindeloos gevaarlijk is van kersen te eten met grote heren. Zij laten nu de petten en zij eten het vlees. En ook moesten weten dat zij geen aansluiting hadden op dat ogenblik bij hun eigen volk. En dat ze op weg waren om het nationale, dat specifieke van de Vlaamse beweging te verkwanselen, op weg om onze volksidentiteit op te geven. Ik weet wel, ons volk in doorsnee, onze gewone mensen, zijn weliswaar verbelgist, maar zij zijn toch altijd de onbewuste dragers van het nationale. En in niets was de reactie van ons volk gezond. Zij waren tegen de bezetter en zij waren dus tegen de collaboratie. En een tweede element, ik sluit daarmee, het is dat de Vlaamse beweging een sociale beweging is. Sociaal in de ruime betekenis van het woord, niet in de enge. Niet louter sociaal-economisch, niet louter sociaal-cultureel, niet louter sociaal-religieus, niet louter sociaal-ethisch. Sociaal. En het sociale wil in de ruime zin, een van de kenmerken van dat sociale in ruime zin is het volgende. Het is van als volk te willen erkend, gewaardeerd en gerespecteerd worden. En het is dat zij ook niet hebben gedaan. Dat wij geen Duitsers zijn, geen Fransen, geen Engelsen, Zuid-Nederlanders, Vlamingen. En dat zij vanaf het begin, zou ik bijna zeggen, van 1941, dat zij hadden moeten inzien dat zij dat sociale aspect, ook niet konden realiseren. Dus inbreuk tegen die twee essentiële dingen van de Vlaamse beweging, die ook als wij als tussendoel een zelfstandige staat zouden hebben, verder moet worden gerealiseerd, maar dan niet meer in een Vlaamse beweging, maar in een Vlaamse staat, die tegenover al de andere volkeren en staten, tenslotte als doel heeft van die eigenheid te bestendigen, te handhaven en te vervolmaken. Ik dank. Ik zou wel willen vragen om niet te veel door elkaar te praten, maar ook om niet te veel monologen te houden. Hier is wel gezegd de collaboratie als zonde tegen de Vlaamse beweging. Of heeft tegen de Vlaamse beweging gezondigd? Ja, ik vermoed dat alle Flaminganten ongeveer het daarmee eens zullen zijn. Tenminste, ook de mensen die we daarnet hebben gehoord en die zelf bij de collaboratie betrokken waren, hebben dat ongeveer allemaal gezegd eigenlijk. De ene noemde het zonde, de andere noemde het een reeks vergissingen, de derde noemde zich te grazen genomen door de Duitsers, maar het kwam toch eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Meneer de Ridder. Wel, op die vraag zou ik toch geneigd zijn genuanceerder te antwoorden. Ik kan erin komen dat wanneer we de collaboratie, en om te beginnen, is de collaboratie heeft vele gedaanten gehad, maar als we het geheel bekijken als globaal historisch feit, kan ik erin komen dat objectief inderdaad gezondigd is tegen bepaalde stellingen van de Vlaamse beweging, tegen verzuchtingen, die ook Maurice Coppieters er straks in de uitzending al naar voren heeft gebracht. Maar ik ben er zeker evenzeer van overtuigd dat bij vele mensen die ook meegezogen werden, zich mee ingezet hebben in de collaboratie, vooral VNV-collaboratie dan, dat die subjectief niet op die wijze gezondigd hebben. Dat ze subjectief overtuigd waren zelfs te doen wat Michiel van der Kerkhove er straks heeft aangeklaagd. Niet onderwerpen aan de Duitsers, niet onderwerpen aan vreemden, maar van deze gelegenheid, van deze omstandigheden gebruik maken om zich te ontvoogden van het Belgische regime, subjectief. Dat onderscheid wil ik maken. Ik zou zelfs verder gaan en zeggen, niet alleen subjectief hebben ze niet gezondigd, maar velen hebben objectief niet gezondigd. En ik zou, om in te leiden wat ik wil zeggen, ik ga geen monoloog houden, we zijn het over eens, dat heeft niet veel zin hier, we moeten proberen te komen tot een gesprek. Maar ik zou, om te willen doen begrijpen wat ik bedoel, eventjes zeggen wat ik zelf begrijp onder de Vlaamse beweging. Vroeger
laten we zeggen, heel simplistisch gezegd, strijd voor de recht, het recht van de Vlamingen in de staat en desnoods tegen de staat. Als de staat zich daartegen verzet, dit is al belangrijk. Maar dat is niet voldoende, denk ik. Ik geloof dat je het ook moet zien nu. Nu moet je wat meer erin verstaan als je over de Vlaamse beweging hebt. Het moet nu zijn, ook bovendien, behalve een strijd voor het recht, een strijd als verzet tegen de ontmenselijking van de mens in de maatschappij. En daarmee bedoel ik het volgende. Dus men moet waken over de volkseigenheid. Dat Vlaams volk blijft en niet bedreigd wordt door de ontmenselijking in de maatschappij. Men moet zich verzetten tegen de opperheerschappij, de alleenheerschappij en de opperheerschappij van het economische en de techniek, omdat zij de motors zijn, of geworden zijn, althans op dit ogenblik, van de ontmenselijking. En tenslotte moet men zich verzetten ook tegen de leugenachtigheid en de hypocrisie van wat men een democratisch stelsel noemt, maar dat dus eigenlijk in feite grotendeels de belangen van de heersende klasse, van de rijke klasse, van de sterke klasse verdedigt ten nadele van de zwakken. Nu, als ik zeg, de collaboratie heeft mijn zinziens niet gezondigd, of velen van de volgelingen, bedoelen daarmee dit: men moet een duidelijk onderscheid maken tussen leiders en volgelingen. De leiders, daar rust een veel grotere verantwoordelijkheid op, en het is vaak gezegd. Maar de anderen, ik geloof dat zij inderdaad voor een groot gedeelte precies wat ik nu opgesomd heb als doelstellingen van een Vlaamse beweging nu, geprobeerd hebben te realiseren. Die waakzaamheid over de eigenheid, die waakzaamheid tegen de bedreiging voor het menselijke in de mens en het verzet tegen een stelsel, een stelsel dat leugenachtig was geworden. En in zoverre zij dat gedaan hebben, de volgelingen, vind ik niet alleen dat men de collaboratie kan aanvaarden, maar dat men er dankbaar kan tegenover zijn. Omdat zij waarden hebben aangetoond, ze stonden natuurlijk langs de kant van de verliezers, maar zij hebben waarden aangetoond die essentieel zijn in het begrip van wat wij nu moeten doen als Vlamingen in deze staat. Meneer Vlaams. Meneer commerator, de collaboratie heeft zeker een zware hypotheek gelegd op de Vlaamse beweging na Wereldoorlog II. Er zijn zeker vergissingen begaan in het kader van de collaboratie. Maar dat was ook het effect, die hypotheek van de repressie, het al dus door velen bedoelde effect. Maar ik geloof niet dat we mag spreken voor de grootste groep van de collaborateurs van verraad, van gewild, bewust verraad aan Vlaanderen. Ook niet van het prijsgeven van zelfstandigheidsgedachten of van de sociale bezorgdheid. Voor zeer velen was de collaboratie helemaal niet de collaboratie in Vlaanderen, helemaal niet een soort fascistische staatsgreep, een soort dienstbaarheid aan Duitsland, maar veleer een poging, allicht naïef en zeer onvoorzichtig, maar eerlijk bedoeld, om ook onder de bezetting iets te realiseren voor Vlaanderen. Nawezigheidspolitiek, ook in dienst van de kleine mensen. Laten we niet vergeten dat voor zeer veel de collaboratie begon bij de winterhulpactie in de eerste zware winter 1940-41. Er was ook zeker en vast de dreigende verduitsing, de voetwaart te zetten. Dat was de bedoeling die met mag gebleken zijn, meen ik, uit de jeugduitzendingen. En tenslotte mogen we ook niet vergeten dat de toestand die nog bestond in 1940, de toenmalige militaire Belgische staat en de gebeurtenissen van mei 40 een grote rol hebben gespeeld. U hebt het kunnen horen, ik ben met het VNV in conflict gevallen, maar ik geloof dat voor de meeste VNV'ers de machtsverhoving niet de hoofdzaak was, wel een Vlaamse aanwezigheidspolitiek. En daarbij is geleidelijk aan de zelfstandigheidsgedachte zeer verscherpt geworden. Precies niet waar in de confrontatie met de Duitse overheden, met de Duitsgezinde politiek dan, de door en door Duitsgezinde politiek, is die zelfstandigheidswil naar voren getreden. En dat heeft precies meegebracht dat voor vele van deze mensen de collaboratie in de lijn lag, in hun mening, van de Vlaamse beweging, ook van het Groen Testament van de IJzerjongens. Het heeft ook meegebracht dat zij reeds onder de bezetting afstand namen van de collaboratie, dat zij in 1944 niet ontredderd waren, zich niet uitgeschakeld gevoelden uit de Vlaamse beweging en ook door vele anderen niet werden uitgeschakeld. Ik denk hier maar niet waar aan de zeer verdienstelijke nieuwe activiteiten na de oorlog van het Davidsfonds, van de VTB, van de Vlaamse oudstrijders, die zeer spoedig hun werking hervat hebben met deelname van zogenaamde collaborateurs. Er was daar een band gebleven via de Vlaamse wegen, de fundamentele gezamenlijke
bezieling en overtuiging die de grote kloofvorming voorkomen heeft. Ik stel voor dat we dit wel als onderwerp bewaren voor straks. Hoe snel of hoe traag is de Vlaamse beweging weer op gang kunnen komen na de oorlog? Jozef de Leu. Voorzitter, ik zou toch willen zeggen dat ik het persoonlijk niet eens kan zijn met wat meneer Van Isacker gezegd heeft, dat wij dankbaar zouden moeten zijn ten overstaan van de collaboratie. Ik wil zover gaan dat ik wel begrip kan opbrengen. Ik ben de jongste van het gezelschap, net voor de oorlog geboren. En zonder ervaring, ik bedoel, ik heb het als kind nauwelijks gezien. Maar ik vind dat een uitdrukking die absoluut te verregaande is voor mij. Ik zou het volgende willen zeggen. In mijn ogen is collaboratie waar ook ter wereld altijd een gevolg of een gevolg van een gebrek aan scepticisme ten overstaan van het fenomeen macht. En ik vind dat, ik ben het daarmee eens met wat de dichter Achilles Mussen heeft geschreven in een gedicht, de macht besmet de mens. Ik geloof dat we dat moeten weten en dat we daar in alle omstandigheden rekening mee moeten houden en dat men dat ook kon weten 40 jaar terug, 50 jaar terug, 500 jaar terug. Ik vind dat men dat dan niet gezien heeft. Ik kan daar alle mogelijke elementen van begrip voor opbrengen, maar ik kan absoluut niet dankbaar zijn ten overstaan van het fenomeen collaboratie. Dat wil ik zeggen. Ik heb daar straks ook in de uitzending gehoord dat het is meneer Malefroy die gezegd heeft, het was meer gevoel dan verstand. Ik schrik daar natuurlijk van. Want een beweging, een politieke beweging, een Vlaamse beweging, die een gevoelsbeweging is, daar ben ik doodsbang van. En wij zien waartoe dit heeft geleid. Ik kan alle persoonlijk idealisme waarderen en respecteren, vooral respecteren, maar ik vind dat een uitdrukking als dankbaar zijn ten overstaan van de collaboratie, ik kan me daar absoluut niet mee verzoenen. Maar een Vlaamse beweging zonder gevoel is niet denkbaar, meneer De Leu. Nee, maar mijn probleem is, meneer de Ridder, dat er te veel gevoel is in de Vlaamse beweging, sinds mensenheugenis zou ik bijna zeggen, en te weinig verstand. Het is een kwestie van gewichten en van wie men weegt. Nee, ik vind dat dat een zaak is die we toch wel eens heel zelfkritisch moeten durven te bekijken. Ja, en zou men niet beter zeggen geloof in plaats van gevoel? Ik zou meneer Malefroy op dat stuk wel willen verbeteren. Geloof, had hij beter gezegd, hè? Ja, want maar ik citeer een bron, u bent een historicus, ik niet, maar ik citeer de echte bron, die heeft gezegd, ik heb het genoteerd, meer gevoel dan verstand. Ja, kort. Maar wat bedoelt, waarover het gaat, is eigenlijk op de eerste plaats een geloof, en het is daarvoor dat men dankbaar moet zijn, denk ik. Omdat daar in die generatie inderdaad een geloof, ze hebben iets gewaagd, en ze hebben het verloren. Maar ik ben niet bereid van om in die generatie was een geloof aanwezig dat nu ontbreekt. Professor Kaaiwenks. Ik geloof, meneer de voorzitter, dat gevoel en verstand of geloof, dat houdt allemaal toch min of meer verband met de historische groei en ontwikkeling van de Vlaamse beweging. Ik geloof dat het onder de Vlaamse onder de nationale beweging in het algemeen er een is die wat onbepaalder overkomt dan de meeste anderen. Men ziet volkeren, ziet men opstaan, men ziet bijvoorbeeld een onderworpen volk opstaan tegen een vreemde onderdrukker, of iets in die zin niet. Hè. Dat is, laten we zeggen, een soort van vrijheidsnationalisme. In België is dat minder duidelijk, niet meer, aangezien grote lagen van de bevolking, ook in Vlaanderen, de burgerij en al degenen die haar wilden navolgen, die waren verfranst. We krijgen daar dus van meet af aan, krijgen we een middenstand, dat begint met de meetingbeweging en al daarvoor al, dat begint met dat liberaal, vrijzinnig flamingantisme, deze enkele mensen niet. En die moeten het eigenlijk vooral essentieel hebben van het gevoelselement, niet waar? Juist omdat het is geen echte nationale beweging, het is ook geen, want men was niet akkoord, men wilde het binnen België doen een lange tijd, niet waar? Men was eigenlijk eerst niet tegen België, men wist niet goed in binnen welk kader men zich moest situeren. Ten tweede, het was dus ook geen echte sociale beweging. De burgerij bij ons was gewonnen. De ondernemende burgerij, de holdings, die,
België, de toenmalige, ja, ik zal maar zeggen, financieringsmaatschappijen, die België Wallonië hebben opgericht en dergelijke meer, daarna Vlaanderen onder hun controle gekregen hebben, met steun van de Vlaamse bourgeoisie. Wel nu, deze bourgeoisie was tevreden met België, men moest het bij ons dus ook niet hebben van een bourgeoisie. Ja. Wat nu betreft de arbeidende klasse over het algemeen, men heeft de grootste moeite gehad om die eigenlijk warm te maken voor de Vlaamse beweging. Dat is moeizaam en langzaamaan gebeurd, nietwaar? Collega Wils heeft de klemtoon opgelegd in welke mate tenslotte het de geestelijkheid is. Hè? Een aantal geestelijke, niet de hiërarchie uiteraard, die belgicistisch was, die er stilletjes aan ingeslaagd is, nietwaar, van een verzet te wekken, dat toch ook wel een soort van klasseverzet betekende tegen deze Franstalige vertegenwoordigers in de schoot van de toenmalige katholieke partij. En dezelfde strijd leverde trouwens de Vlaamsgezinde liberalen, misschien minder sterk, nietwaar, in de liberale partij. Maar het heeft inderdaad lange tijd geduurd vooraleer de socialisten, ze hadden eigenlijk geen klare kijk, nietwaar, op het nationale vraagstuk. Dat is een debat geweest dat niet uitgepraat was voor 1914. Ik dacht dat we niet zozeer over schuldvragen hier moesten praten, maar over gevolgen. En dan bij de gevolgen zie ik er op korte en op lange termijn. Op korte termijn zie ik dat zelfs bij de leiders van het Vlaams nationalisme, van het VNV, in de oorlog, er een bekering naar het Belgicisme gebeurt, omdat ze inzien dat België eigenlijk nog het enige punt is waarop zij het Vlaamse volksbestaan kunnen vestigen en beschermen tegenover de Duitse bedreiging. Even na de oorlog zien we dan dat een gevolge van, ja, in onze flamingantische literatuur zeggen wij gewoonlijk ten gevolge van de repressie, en dat kan juist zijn voor maximum 10%, maar als we eerlijk zijn moeten we zeggen dat het voor minimum 90% is ten gevolge van de collaboratie, dat de Vlaamse beweging en zeker het Vlaams nationalisme tijdelijk ineengestort was, zodanig dus dat het Belgische enorm versterkt was, hè, ook door de oorlog, niet alleen bij die Vlaams nationalistische leiders, maar ook bij de hele Vlaamse bevolking. Op langere termijn kan misschien een gevolg zijn dat een heel aantal mensen die omwille van de erfenis van de nalatenschap van de collaboratie nu met meer kracht dan ooit een Vlaamse staatsvorming nastreven, zodanig, ja, dat er op de lange termijn misschien een versterking van kan komen van een Vlaams nationalisme, als we daardoor verstaan, ja, het nastreven van de eigen staat. Etienne Verhoeyen, je had al lang het woord gevraagd. Ja, voor het over de gevolgen te hebben, voel ik mij genoodzaakt om te zeggen dat ik mij als Vlaming gekrenkt heb gevoeld door enkele uitspraken die hier al zijn gedaan, als Vlaming en als niet-Vlaams nationalist. Ik kan mij niet voorstellen hoe men kan uitleggen dat de collaboratie in de concrete vormen die ze heeft aangenomen, hoe men dat kan voorstellen als een strijd tegen de ontmenselijking, wanneer een ideologie wordt onderschreven die zelf elke vorm van menselijk recht, van menselijke rechtspraak, van behandeling van mensen zoals mensen verkondigt. Ik kan mij niet voorstellen hoe men de invoering van het Duitse strafrecht, de integrale invoering van het Duitse strafrecht, de 10e mei 40, een strafrecht dat een aanfluiting is van elke vorm van menselijke rechtspraak, hoe men dat kan voorstellen als een strijd die zich inschakelt in een strijd tegen de ontmenselijking, lijkt mij ergens zeer paradoxaal. Ten tweede, ik stel vast dat in de Vlaamse beweging tot 1933, ook in het Vlaams nationalisme, toch een zekere vorm van pluralisme aanwezig was. Dat pluralisme altijd maar verengt en uiteindelijk er niet meer is op het eind van de jaren 30. En dat het VNV als spits van het Vlaams nationalisme zich in de collaboratie gaat opwerpen als de stem van Vlaanderen. De stem van Vlaanderen die met maximum 5% of 10% van de mensen eigenlijk gaat lopen tijdens de collaboratie, zich opwerpt als de beweging die voor Vlaanderen dit en dat wil afdwingen, maar in feite aan 90% van de Vlamingen ontzegt om dingen af te dwingen die ze in een democratische staat voor 19, voor mei 40 wilden en eventueel konden afdwingen. Ik geloof meneer Daels heeft gezegd, de collaboratie was geen machtsgreep. Wat anders, meneer Daels, is het feit dat het VNV in 3 jaar tijd, tussen de 40 en 43, 50% van de burgemeesters krijgt toegewezen. Wat anders dan een staatsgreep is dat als men de zaak bekijkt vanuit democratisch standpunt. Het VNV zou daar nooit in geslaagd zijn in de vooroorlogse politieke verhoudingen. Ik wil niet oordelen over het gedrag van die burgemeesters. Ze kunnen zeer goed werk hebben gedaan, maar louter politiek bekeken, wat anders dan een machtsgreep is dat eigenlijk. Maar zij waren de enige die het wilden doen, meneer Verhoeyen.
De enige die het mochten doen, meneer Daal. Niet de enige die het konden, de enige die het mochten doen. De taak op zich genomen met een zware verantwoordelijkheid. En die het ook wilden doen. Wij zijn bereid. Bereid waren te doen, die moeilijke omstandigheden. Dat is toch duidelijk? Nee, ik zie dat zo niet. Die moeilijke omstandigheden waren er. Die waren geschapen door de bezetting. En het zijn die mensen die die posten hebben bezet, die gebruik hebben gemaakt van die bezetting om een macht te verwerven die ze nooit hadden kunnen verwerven in democratische omstandigheden. Maar de gemeente moest bestuurd worden, er moest gezorgd worden voor de voedselvoorziening. Daar waren ontzettend jawel, problemen. Maar dat kon ook. Maar daarvoor had men geen VNV-burgemeesters nodig of racistische die een bepaalde ideologie onderschreven. Wie dan wel? Maar er waren toch zeven burgemeesters die geen VNV'ers waren, die gebleven waren. Mijn eigen stad zijn gebleven in Gent zo, ook. Dat is juist, dat is zo. Meneer Hanseer is nog jarenlang schepen gebleven in Gent, alsjeblieft. Ja, maar, goed, we gaan daar niet te veel op door, maar ik vond dat ik dat moest zeggen, omdat het lijkt mij een aberratie te zijn, binnen de geschiedenis van de Vlaamse beweging, die een in se democratische beweging is, dat men dergelijke uitspraken doet in verband met een politieke vorm van collaboratie die mij zeer verderfelijk lijkt voor de geschiedenis van die democratische Vlaamse beweging. Ik sluit volledig aan bij de vorige spreker, want er is iets wat men hier in deze discussie praktisch schijnt te vergeten. Dat is dat het niet alleen gaat om Vlaanderen, maar dat het ook gaat om de nieuwe orde, om het nationaal socialisme, waarbij, als ik me niet vergis, het VNV zich vanaf 1943 praktisch en ook theoretisch heeft aangesloten. Het gaat hem om het invoeren van een totaal ander autoritair regime, een regime dat nooit de gunst heeft gehad van het Vlaamse volk doorheen Hans de eeuwen van zijn geschiedenis. En de haat die tegen de VNV'ers ontstaan is voor een zeer goed stuk ontstaan omdat zij fascisten in de oorlog gespeeld hebben. Zij waren dat reeds voor de oorlog, want men moet dus kijken, een paar jaren voor de oorlog, dan is het VNV reeds gericht naar het nationaal socialisme. Oh, het krijgt de naam van nationaal solidarisme enzovoort. Maar het is een autoritair gebouw geworden met een leider met een grote L. En zij doen woord op dat gebied gedurende de bezetting. Zij zijn nationaal socialisten geworden. Wanneer men spreekt over de onnozelheid van bepaalde volgelingen die dus zouden onschuldig zijn of min of meer onschuldig, maar iedereen heeft toch in de jaren 42, 43 de gele jodensterren gezien. Iedereen heeft ze gezien. En daar stond men klaarblijkelijk als Vlaming en bewust Vlaming totaal onverschillig tegenover. Ik kan dat niet aanvaarden. Ik geloof dat men hier te gemakkelijk om zuiver Vlaamse redenen bepaalde mensen zou willen vrijspreken. En het is die haat die ervoor gezorgd heeft dat na de oorlog wij trouwens heel die fascistische vleugel van de Vlaamse beweging, godzijdank, kwijtgespeeld zijn. De enen die zijn geliquideerd door zichzelf, door hun eigen houding. Een paar duizenden zijn geliquideerd door de Russen op het Oostfront. En wij zijn ze gelukkig allemaal kwijt. De weinigen die nog actief zijn, dat zijn diegenen die inderdaad ingezien hebben dat ze verkeerd gedaan hebben. En het enige respect dat ik kan opbrengen is voor mensen die in de oorlog klaarblijkelijk hebben doen blijken dat ze niet meer akkoord waren. Dat diegenen, zoals een Elias, die overtuigd waren dat ze op de verkeerde weg zijn gegaan, dat diegenen die daarvan overtuigd waren, hadden moeten openlijk zeggen, we zijn verkeerd, ook voor een sukkelaars van volgelingen, dat is niet gebeurd. En daar ligt een van de grote zwakheden van die collaboratie. Dat is ten eerste, zij was fascist. Ten tweede, wanneer het ging om zuivere Vlaamse redenen tegenover de Duitse bezetter, dan heeft ze het vergeten aan haar volk te zeggen, jongens, we zijn mis. Nietwaar? Natuurlijk hebben ze schrik gehad om ergens in een concentratiekamp te vliegen, maar dat is bijgezet. Wel, wat ik over de VNV-collaboratie, de andere laat ik terzijde, want die had met nationalisme niks te maken. Denk, hebt u in de film gezien? Maar ik kan niet zeggen, zij lagen op hun buik. Zij in het algemeen, dat is helemaal niet waar. En ik heb aandachtig de reeks gevolgd. En wat blijkt er uit deze uitzendingen? Dat niet alleen gewone leden, maar zelfs kaderleden, niet wisten wat de VNV-leiding uitspookte. Nog op het vlak van nationaal socialisme, nog op het vlak van politieke doeleinden. Zij hebben het verborgen. We hebben een jeugdleider, gauw jeugdleider gehoord, die niks wist.
na de uitzendingen van Maurice de Wilde, heb ik tientallen jeugdleidsters ontmoet, die in de VNV-jeugdbeweging, zal ik het nu maar eens noemen, die nooit van Vlaamse jeugd hadden gehoord, van Jet Jorsen nooit nog het gezicht, nog de stem hadden gehoord, en die echt nog altijd meende dat ze in de dosvelik dien atmosfeer voortdien. Ik vind dat we dat moeten zeggen, en dat praat de collaboratie helemaal niet goed. Maar, men spreekt hier altijd over Kaaien. Maar je weet dat het drama van Kaaien en Abel bij de vader begon. Er zijn hier twee dingen die mij dwarsen. Nieuwe orde, dat zit op het vlak van de structuren en de democratie. Oude orde, niet in de zin van de parlementaire regie, maar van het werkelijke België. Daar was het Vlaams nationalisme nodig, omdat deze die de Vlaamse beweging konden oplossen, niet deden. Ik moet u toch niet herinneren wat België was in 1920 en hoe het nog was in 1939. Dat al van de jaren 30 de Felix Timmermans niet in de bibliotheekcommissie van de stad Lier mag zetelen. Dat een burgemeester Max in een grote verklaring kon zeggen dat al zijn schepenen Vlaams onkundig waren. Enzovoort, enzovoort. Het oude België was een schande die het Vlaams nationalisme nodig maakte en maakt. En nu maak ik even een sprong na de collaboratie. De repressie komt later, maar men kan ze er niet helemaal uitlaten. Maar ik laat ze er helemaal uit. Wat mij dan verbaast, is dat zoveel die nu zo mooi zeggen, Vlaams gezind, maar dat moest je zijn met proper handen, dat meen ik ook. Maar hoeveel waren er die dan onmiddellijk na de oorlog zijn opgestaan tegen al de rechtsverkrachtingen die men herbegon? Was het niet onder meer bij de socialisten tot in de jaren 60 werd Vlaams bijna gelijkgesteld met zwart? Waren er niet tot in de 60 jaren Belgische regeringen met veel te veel Franstaligen? Of zijt u dat allemaal vergeten? Met andere woorden, het Vlaams nationalisme, waarvan ik de collaboratie in hoofde van de leiding afkeur, dat is nooit gediend geweest door goede wil van de machtigen die het hadden gekund. Dat mag u niet vergeten. Ja, wil ik het graag het volgende willen zeggen aan professor De Brok. Precies die hatelijke gele jodenster is voor velen een begin geweest van de kentering en van de bewustwording. Men wist in een boel zaken helemaal niets. En geleidelijk aan drong de kennis door bij de gewone mensen en ook bij vele verantwoordelijke leidende elementen. Meneer de Ritter. Meneer de moderator, ik geloof dat we eigenlijk een beetje aan het afwijken zijn van de essentiële vraag van de thematiek van dit debat, namelijk de gevolgen. Wel, laten we eerst nog toe toch dit te zeggen aansluiten wat Maurice Coppieters zegt. Beseffen wij nog voldoende als wij het proces maken van de repressie, van de collaboratie, waar we toe aan het afgeleiden zijn, dat voor een assise zaak altijd de voorgeschiedenis behandeld wordt. En wij kunnen het proces van de collaboratie niet maken zonder ook de voorgeschiedenis. Dat kan niet. En dan kunnen we onze vraag stellen. In welke toestanden leefden we, en Maurice Coppieters heeft een paar voorbeelden aangehaald, dat toch een aantal, een fractie van de Vlaamse beweging, waarvan we moeten zeggen dat het intelligente mensen waren en dat het edele mensen waren, toch gegrepen hebben naar dat onzinnige middel van de collaboratie. Wat heeft hen ertoe gebracht? Dat is één. Gevolgen van de collaboratie voor de repressie, Vlaamse beweging. Wel, ik meen dat ik geen beter man kan citeren dan de integere Vlaams nationalist Hendrik Borginon, die ook tijdens de oorlog al gezegd heeft, en nadien, bij herhaling, de collaboratie is een vergissing geweest. En ik sluit me erbij aan. Collaboratie, algemeen, globaal gezien. Waarom? Om twee redenen voor mij. Ten eerste, moreel is de Vlaamse beweging na de oorlog achteruitgeslagen. Datgene, dat pijl, dat stadium wat we in 1939 bereikt hadden, is in elkaar gezakt. Dat is één. Omdat de collaboratie oorzaak was dat een odium op de Vlaamse beweging is overgebracht. Maar ten tweede, als gevolg, nadelig gevolg voor de Vlaamse beweging, moet ik ook de repressie noemen, die zoveel mensen, valabele mensen, heeft uitgeschakeld
omwille van de collaboratieakkoord, waardoor de repressies zijn uitgeschakeld, die anders nog een belangrijke rol hadden kunnen spelen in de Vlaamse ontvoeringsstrijd. Vandaar negatief voor mij wat de gevolgen van de collaboratie betreft. Meneer Van de Kerkhove. Wat ik wou zeggen, we spreken over gevolgen. Hè. Er zijn kwade gevolgen geweest van de collaboratie, naar mijn gevoel, tijdens de oorlog. Sartre heeft in 1945, dat staat in zijn Situation, deel 3, geschreven, qu'est-ce qu'un collaborateur? En Sartre zegt, collaboratie, dat is een verschijnsel dat even normaal is als je de geschiedenis doorloopt, als zelfmoord of criminaliteit. Alleen moet je rekening houden met de omstandigheden waarin dat ontstaat. En de omstandigheden die wijzen in bepaalde richtingen en schrijft hij, de integratie van die personen die dat doen, is in de bestaande structuren en het bestaande maatschappelijke bestel niet voltooid, niet in orde. En in die zin ben ik volkomen akkoord, tot in 1939 leefden wij hier in een bepaalde staat die gedomineerd was door de Franstaligen. Let wel, de Vlaamse beweging is tegenover de Belgische gedachte en de Belgische staat, dat is een beweging van incivie. Dat is een beweging van incivie. Want zij zijn inciviek tegenover de Belgische staat, tegenover de dominantie en de suprematie van de Franstaligen. En in die zin was zelfs Frans van Kolar tot in 1900 en in de derde een inciviek. Hij werd beschouwd als een inciviek. Je moet maar even lezen wat er verschenen is. Wanneer hij wanneer die parlementaire discussie plaats heeft gehad van de drie Vans. En dan moet hij horen de repliek van die bepaalde Walen en Franstaligen daar tegenover, he. Dat is afschuwelijk. Je moet maar lezen wat er gebeurd is, ook in sommige dingen dus, tijdens het debat in het parlement in verband met sommige wetten die moesten worden gestemd en zo meer. Dat is voor Vlamingen afschuwelijk. En dat heeft geduurd tot 1939. En ik begrijp volkomen, en in die zin zijn de verzachtende omstandigheden voor mensen die in de collaboratie gestapt zijn, die fundamenteel verkeerd was en naar mijn oordeel een grove vergissing geweest is voor de Vlaamse beweging, maar er zijn inderdaad verzachtende omstandigheden. Maar tijdens de oorlog zijn als kwade gevolgen ontstaan, primo, dat het zo vroeg begonnen. Mensen zaten te kijken. Zo vroeg begon. Met dat VNV dat werkelijk Staf de Klerk en Tollenaar volkomen in het nationaal socialisme stapten. Meneer, ik heb herinnerd, in mijn boek heb ik herinnerd aan het feit dat ik Raymond Tollenaar kende en dat Raymond Tollenaar mij zei op de trappen van het Justitiepaleis van Kortrijk, ik ben 200% nationaal-socialist. Ik heb hem gezegd, hij zei een hak. Hij zei een hak. Zo vroeg. En het tweede is het volgende, die dwaze verklaring van Staf de Klerk in november 1940 over die militaire organisatie, waarin dat hij zegt, dat is een van de schitterende bladzijden uit onze vaderlandse geschiedenis. Vlaanderense geschiedenis. Hij zegt, wat een dwaasrek moet je toch zijn om dat te zeggen. Hè. Ten vierde dat het 4 jaar lang geduurd heeft. Hè. 4 jaar lang. Dat is een hele tijd voor de mensen. Hè. En dat u eigenlijk zegt, die mensen moesten toch rekening houden met het volk. Hè. Met dat gewone volk en zo. Dat gewone volk, ik weet wel, dat eigenlijk opgehitst was naderhand. Door Jan Moetwel en door die dwaasrekken van Londen. En wat weet ik allemaal. En door bepaalde dwaasrekken ook soms van het verzet. Maar die toch in de grond van de dingen ook reeds in het verleden afstand hadden genomen van de flamenganten. Trieste genoeg, hè. Een afstand hadden genomen van de flamenganten voor de oorlog, zeer, zeer, zeer onder de druk en zeer onder de invloed, Walter, van de socialistische bewegingen. Die als er een Vlaming was, die een nationalist was, hij werd beschouwd als zijnde een gruwel. Dat is een tragiek geweest in onze geschiedenis. En tijdens de oorlog. Is dat Fayam minister is geworden voor de socialisten? In 1937 het eerste Vlaams socialistisch congres wordt gehouden. Ik weet dat er enkele. Een heleboel andere congressen. Ik weet dat er enkele personen. Ik weet dat er enkele personen uit de socialistische beweging goede flamenganten zijn geweest. Maar heel de beweging kwartalis. Je moet ze maar volgen in de volkshuizen van de onderscheiden steden. Die konden geen flamengant zien. Ze hielden de huidige sporenslag, viering en Kortrijk zelf in 38 en 39. Allee. Ja, maar goed, afzonderlijk, hè. Afzonderlijk, hè.
Wel, ik geloof dat Vieringen afzonderlijk en zo is. Nee, maar dat is een ander. En er zijn dan kwade gevolgen die later ontstaan zijn. Kwade gevolgen in de tijd. En gelukkig, naar mijn gevoel, gelukkig is er de koningskwestie geweest. De Vlaamse beweging is herleefd na de koningskwestie. Omdat in de koningskwestie de Vlamingen vernederd geworden zijn tot in hun zielen. En dan is de Vlaamse beweging heropgebloeid. Er is een Vlaamse Kamergroep ontstaan, een Vlaamse Senaatsgroep ontstaan. De socialisten hebben voor de eerste keer weer afzonderlijk vergaderd. De Lodewijk de Raadstichting is ontstaan. Het federaal systeem van Couvreur en van Sleurs is ontstaan door de koningskwestie. En een ander kwaad volg is het volgende. Het is dat door de collaboratie dat eigenlijk Vlaams synoniem geworden is van Duits. Hè. En dat is triest. Hè. En bij het gewone volk werd het Vlaams synoniem van Duits. En ze werden daarin natuurlijk aangemoedigd door de Franstaligen. En ons gewone mensen liepen erin. Hè. En dan is er ook een kwaad gevolg, is het volgende later. Dat is dat er een neiging ontstaan is bij collaborateurs. Om in de grond van de dingen te zeggen naderhand dat zij de Vlaamse strijd waren. En dat zij het monopolie hadden van de Vlaamse strijd. En dat is fundamenteel natuurlijk niet juist. En het is toch ten dele juist, omdat, zoals meneer Coppieters zei, omdat de anderen veel te weinig deden. Al die nationale partijen deden veel te weinig. En deden voor die Vlaamse heropstanding veel te weinig. En dus zijn er daar enkele geweest die gezegd hebben, we moeten dan anders doen. En een ander tragisch gevolg, en ik sluit daarmee, dat is dat de verhouding met Noord-Nederland gronden verknoeid geworden is. In het interbellum was er een goede verstandhouding tussen Vlaamse Vlamingen en Vlaamse nationalisten en Noord-Nederlanders. Maar na de oorlog is dat een tragedie geworden in verband met de verhouding tot Noord-Nederland. Iets wat nogthans behoorde tot, wat ik zou noemen, tot de essentie ook van diegenen die Vlaamse nationalist waren, die zeiden wij zijn Dietsers en we wensen de hereniging van Noord en Zuid. En zij hebben die hereniging grondig verknoeid en verpest. Meneer van de Kerkhove, ik denk toch dat er een paar duizenden mensen onder ons publiek even zullen geslikt hebben. Hè, toen hij daar die uitspraak gedaan heeft, die dwaasrikken van het verzet. Ik dacht niet dat dat nu toch een objectieve uitspraak is. Hè. Is dat nou een objectieve uitspraak door te zeggen, ja, de dwaasrikken van het verzet? Hè? Ja, maar er zijn dwaasrikken. Er zijn dwaasrikken geweest in het verzet, weet je, en hij weet dat ook. Hè? En ja, hij weet dat in het verzet, dat er honderden in het verzet getreden zijn vanaf 1944. Ja, maar daar zijn helemaal er ook geen verzetslieden waren. Ja, maar meneer van de Kerkhove, u kan diegene niet van tafel vegen als u objectief wil zijn. Diegene die tijdens de oorlog eveneens hun leven hebben veilig gehad voor een geloof. Ja. Dat kan u niet van tafel vegen. U spreekt altijd van die van 44, maar er zijn er een heleboel geweest tijdens de oorlog ook, in het verzet. Maar ik zou even willen terugkomen. Ik daar niet over. Ik zou even willen terugkomen op. Ik stel mij altijd de vraag: wat is er tijdens de oorlog in de collaboratie van die Vlaamse eigenheid overgebleven? Ik zou zeggen zeer weinig. Men heeft zich ingeschakeld in een totalitair, in een vreemd systeem, in een Duits systeem. En we kunnen dat met tientallen en tientallen. Goed. Een tweede zaak, niet waar, dat is dat de onvrede met de situatie in België. Hè? Ik dacht dat iedereen het daarover eens is dat er toestanden waren die onaanvaardbaar waren in België voor de Vlamingen, voor de oorlog. Maar waar ik wil op terugkomen, dat is dat dat toch geen reden is. Het feit dat men ontevreden is over een situatie, toch geen reden is om in de collaboratie te gaan. Men schijnt te vergeten dat die collaboratie nauwelijks een paar procent van die Vlaamse beweging is geweest, dat de grote, overgrote meerderheid van de bevolking zelfs veel meer tegen de collaborateurs was dan tegen de Duitsers. Hè? Veel meer tegen de collaborateurs dan tegen de Duitsers. Dat vonden ze nog erger. Dat vonden ze nog erger dan de Duitsers, want ze zeiden, die mannen van de Weermacht, die waren opgeroepen, die moesten hier wel zijn, volgens hun bevelen. Maar die collaborateurs, die moesten dat niet doen, dat zijn vrijwilligers, niet waar geweest. Nu kan men toch niet uit het oog verliezen dat die overgrote meerderheid, dat is toch de basis van ons volk, en die basis van ons volk kan toch niet verkeerd zijn? Professor Gerlo. Ik was en ik blijf van mening dat er meer verzachtende omstandigheden kunnen ingeroepen worden
voor wat genoemd wordt, zeer terecht, de collaboratie, aan Vlaamse kant dan aan Walse kant. Dat mag in een debat als dit hier wel eens gezegd worden. Ik ben ook van mening dat niet alle mensen die in de collaboratie zaten, dat het fascisten waren. Dat is ook overdreven, denk ik. Want ik herinner me zeer goed, het allemaal van zeer dichtbij meegemaakt hebbende, dat er heel wat mensen in de collaboratie verzeild zijn geraakt, kleine mensen dan, weliswaar, om de broden. Ik herinner mij de fabriekswachters, vele NSKK-mensen, en dat was voor velen van hen het enige middel om behoorlijk te kunnen eten. Dat betekent niet dat ik ze gelijk gaf, nu niet en toen ook niet, maar dat wou ik even zeggen, en ze werden niet alleen door mij tijdens de repressie verdedigd, toen reeds, om die reden, om sociale redenen. En omdat er voor hen meer verzachte omstandigheden kon ingeroepen worden dan voor de Beati Possidentes. Dat gezegd zijnde, en om dan in te gaan op de kernvraag van dit debat, blijf ik ook van mening dat de collaboratie een zeer nadelige invloed heeft gehad op de ontwikkeling en op de groei van een zeer gewettigde, laten we dat toch maar niet vergeten, Vlaamse beweging. Die invloed was zeer negatief en ze werd ook aanzienlijk vertraagd. Bewijs, het heeft jaren geduurd voor er terug één vertegenwoordiger van het Vlaams socialisme kon zitting nemen in het Belgisch parlement. Die vertraging, die nadelige werking, is er zeker geweest, dat is onbetwistbaar, denk ik. En men heeft daar juist gezegd dat de gevolgen één zaak is en de schuldvraag een andere. Wel, de gevolgen zijn nadeliger geweest, omdat tenslotte iets helemaal anders was, weet je ook misschien reeds gezegd, zal het nog eens anders zeggen, dan de frontbeweging. De frontbeweging collaboreerde op haar manier, op een heel andere manier, maar tenslotte met... en activisme. En activisme, ja. Het activisme, excuseer. Activisme, ja. Met een... er waren wel activisten bij. Hè. Met een Duits parlementair regime tenslotte. Ja, dit regime was een onmenselijk regime, het was een totalitair regime, dus dat kan niet genoeg onderstreept worden. En dat heeft ook voor gevolg gehad dat het iets helemaal anders was, dat we terecht gekomen zijn in een sfeer van diepe haat. En vandaar ook de excessen van de repressie, onvermijdelijk. Dat had te maken met wat men tenslotte mocht weten. Ik ben ook van mening dat de mensen die voor de Duitsers kozen, tenslotte voor het nazisme, dat ze dat ook konden weten wat voor een soort regime was. Hè. Maar vandaar dus die vreselijke verontwaardiging en opgekropte woede bij de grote meerderheid van de bevolking. Het moet erkend worden. Het was, daar juist is gezegd in die laatste uitzending, 5%, het was niet veel meer. Hè. Ja, de hele bevolking was tegen. En dat wou ik hier eens zeggen. Ja, want vele uitzendingen gingen om allerlei distinguo's, varianten in die collaboratie, wel voor de overgrote meerderheid van de bevolking werd geen enkele distinguo gemaakt. VNV, de vlag, die waren dus. Zwarte brigade, het was allemaal hetzelfde, het waren de zwarten. Ja. En de anderen waren de witten. Ja, dus men maakte die distinguo's niet. Hè. En vandaar dan die uitbarsting die we kenden bij de bevrijding. Er waren natuurlijk veel over te zeggen, is ook. Maar de nadelige gevolgen zijn onbetwistbaar. Dat wil ik voorlopig besluiten. Nou, misschien kan ik voortgaan, want tenslotte, ik ben tot nog toe de 13 in het dozijn geweest en ik zal hier maar 2 minuutjes nog praten. Ik heb niet begrepen dat vele van de mensen die er dus ingezeten hebben, dat ze zo gewillig, zo redelijk zijn ingegaan op de uitnodiging van Maurice De Wilde, om nog eens te pogen bij de meeste van hen, van gelijk te krijgen. Ik weet, dus de televisie, dat is een machtig ding. Het is bijna een drug die sterker is dan macht. Macht is de sterkste drug, hè? De gevaarlijkste drug. Maar televisie is ook een machtig en gevaarlijk ding. Zij willen voor de televisie komen, hebben altijd afgevraagd, verdomd, wat komen ze dan nu nog doen? Niet waar? Hoofdmotief bij de meesten, dat was mijn indruk,
gelijk krijgen. Ja, trachten gelijk te krijgen. U ziet het eindresultaat. Ja, ik heb vanmiddag voor de eerste keer gehoord van twee mensen. Misschien was het terloops ook al gezegd vroeger. Ik heb me vergist, dat van mij gezegd. En Van Dingen, geloof ik, spreekt over een opstapeling van vergissing. Ik heb het veel genoeg gehoord. Maar tijdens de uitzending heb ik dat nooit gehoord. Ja, ze zijn gegaan niet, zoals de Degrelle zei, wat zei die nog tegen u? Paske, dat is hun bontijd, monsieur De Wilde. Hè? Schijnt, nee, ja, zij zijn gekomen, meestal volgens mij, om toch trachten ergens zich te rechtvaardigen en gelijk te krijgen. Maar en ik denk, voorzitter, dat Maurice De Wilde het makkelijker zou gehad hebben om een honderdvoud van mensen te vinden die de vergissing inzagen dan enkele nostalgiekers die nog blijven zweren bij de goede tijd van toen. Ja, maar alleen Jacques Holmes is toch geen nostalgieker, hij is juist het omgekeerde. Nee, maar ik bedoel alleen dit, dat die enkele mensen die gezegd hebben, ik geloof er nog in en we hadden het bij het rechte eind enzovoort, dat daar tegenover 1000 andere mensen staan, hè, die zeggen nee, het was fouten. Het is mij toch opgevallen dat ze het niet zegden, ja, maar Clem. Komt, ja, maar goed, waarom maar dat niet fractie zeggen? Een vergissing toegeven, een politieke vergissing, dat moet men toch kunnen doen? Op televisie komt in de uitzendingen is een segment geweest van heel dat stel mensen. Maar ik waardeer toch deze, zelfs al komen ze met gelijk, die antwoorden en willen verschijnen, dan de velen met verantwoordelijkheid die niet willen gevraagd en die een grotere verantwoordelijkheid gedragen hebben. Ik zou graag eventjes meneer De Wilde terecht wijzen. De uitlating dat men zomaar zich het inschakelen in het Duits systeem is toch niet juist. Ik herinner mij in juni 40, meneer De Wilde, hielden wij een eerste vergadering met de Duitse jeugdbewegingen. Onder een groot spandoek, onverduitst, onverfranst. Op hetzelfde ogenblik ging later minister Liebaert naar Geuring toe om de ganse Gentse textielindustrie aan te bieden aan de Duitse Weermacht met een reusachtige bloementuin voor madame Geuring zonder banderol, onverduitst, onverfranst. Dat mag ook gezegd worden. Wel, ik geloof dat er in de toekomst nog een reeks over economische collaboratie komt. Mag ik even op meneer Daals ingaan? Het is nu ook zo, meneer Daals, dat het verzet, of het eerste verzet, tegen hetgeen zich bij het VNV voordeed, te verregaand in de collaboratie, dat is precies bij de jeugd ontstaan, dacht ik. Het is de jeugd, maar dat is altijd zo. Ik dacht dat De jonge mensen zijn bereid tot een vorm van revolutie. Het zijn niet de oude rakkers van 60, 65 jaar die revolutie gaan plegen. Het zijn altijd de jongens geweest. En ze hebben de stoot gegeven, dacht ik, maar ook naar die Nederland 1-beweging. Ja, natuurlijk. Maar dat is altijd zo. Het was feit, en dat hebben we duidelijk laten uitschijnen, dacht ik, in de programma. Dat is juist, maar het was het voortrekken van een lijn. Het was geen nieuwsgierigheid, maar het was een lijn doortrekken. Ja, meneer Daals, maar we hebben ook laten horen wat de leiding van het VNV, de volwassenen dan, de leiders, wat die gedaan hebben tegenover de jeugdleiders die in opstand kwamen. Hè? Ze werden eenvoudig geliquideerd. Hè? Precies, maar toch, nu is Maurice Coppieters. Ik heb drie punten, ik zal die zeer vlug afvallen. Ten eerste het verzet, ik schrok natuurlijk ook even. Uit het verzet komt het over die dwaasrikken, maar u hebt gelijk dat er niet te weinigen in waren. Maar dat is bijkomstig. Er is iets veel belangrijkers. Waarom vandaar het allemaal nog zo weegt, dat is niet alleen omdat er geen amnestie is. Omdat er geen enkele ernstige evaluatie gekomen is van de oorlogshouding. En ik bedoel daarmee, de Vlaamse beweging is niet alleen achteruitgeslagen en God weet hoe sterk door de collaboratie, maar ook door de houding van de verzetsbewegingen. Want ook zij moeten nog de allereerste keer zeggen, officieel, dat de repressie, niet die van de straat, de officiële repressie mateloos is geweest. En ten tweede, indruisen tegen sommige rechtsgronden. Dat is nooit op de officiële verzetsvergadering. Wel, uzelf, ik niet de voorzitters van de Belgische verzetsvereniging. Dat is één. Ten tweede. Dat was ik nu juist hoor. Ja, goed. Men zegt hier zomaar. De enige van de top van mijn beweging die er zit goed, vandaag. Ja, dan ken ik uw verklaring niet, maar in ieder geval van de manies enzovoort is dat nooit gekomen. Ze zijn allemaal dood. Hè? En dan is er een tweede punt. En daar tel ik zeer zwaar aan. Men doet altijd alsof de goede Vlaamse beweging die slechte collaboratie weigerde. Maar mag ik eens vragen of u de liberale en de socialistische pers van 44, 45 vergeten hebt? Dat daar oproepen stonden om niet de collaborateurs, maar ook de Vlaamse zaak te beëindigen.
Mag ik u herinneren dat er zesdaagse regeringsspraak geweest is, maart 1946, waarbij minister zoals Herman Vos, Lode, Kraaibeks en Piet Vermeijlen? En herinnert u zich nog de regeringsverklaring? Daar stond letterlijk in dat de Vlaamse beweging opgelost was en dat er alleen nog een Waals probleem overbleef. Ten derde, mijn derde beschouwing. U moet de regeringsverklaring lezen. Mijn derde beschouwing is terug een naar het Vlaams nationalisme toe. Dat is iets wat ik alle dagen voel. De collaboratie heeft met zich gebracht, en vooral de zware repressie op mensen die maar meelopers waren, dat er een soort bronnenvervuiling is ontstaan. Ik heb dat even gezegd in de film. Ik zou dat nog eens zuiver willen stellen. Voor een aantal jonge mensen die het zelf eigenlijk niet hebben beleefd, is de bron precies de oorlog. En die beginnen al hun houdingen, Dijzer Bedevaartcomité weet ervan mee te spreken, die projecteren die allemaal tegen repressie. En vermits die repressie voor hen zo onaanvaardbaar was, op de, in hun ogen daardoor bijna goede collaboraties. Dat is het drama. Wij zitten met een bronnenvervuiling die wij nog niet helemaal kwijt zijn. Ik heb nog iets te zeggen natuurlijk. In verband met de repressie, al ben ik er mij van bewust, dat kan niet het thema zijn van dit debat. Maar toch dit, ik heb gesproken over de atmosfeer van werkelijk, het was diepe aard, nietwaar. Hij heeft aanleiding gegeven tot excessen. En dat hebben wij zeer vroeg ingezien en zeer vroeg gezegd. En men mag niet vergeten, meneer Coppieters, het gerecht deed mee. En het gerecht, nietwaar, tenslotte, dat zijn zij die de zaken moeten een normaal verloop geven. Hij deed mee op basis van retroactieve wetten. Dat alles hebben wij zeer vroeg en zeer dikwijls gezegd, hoor. Dat mag toch niet zeggen dat het de repressie is die de hoofdschuld en het verzet die de hoofdschuld krijgt. Afgezien van het woord dwazerik heb ik op mij niet genomen, natuurlijk. Begrijpt u? Was ook bij velen bestaat misschien nog indruk dat collaboratie en Vlaams gezindheid, daar wordt nog altijd, toch ondanks zelfs deze uitzendingen, bestaat er misschien nog een associatie tussen dat alles. Er is daar straks gesproken over het verzet, dat is juist. Als zeer jonge knapen hoorde ik tot een verzetsvereniging in Antwerpen, dat is juist. En ik kan u verzekeren dat al deze, ik ken er maar enkele van, het is maar pas na de oorlog, wanneer ze allemaal omgekomen waren in concentratiekampen, behalve drie, waartoe ik behoor, dat ik vernomen heb dat allemaal flaminganten waren. En dat zij, al vroeg, in 1941, in de scholen enzovoort, als flamingant zijn opgetreden, En dat wat wij toen lazen om ons te scholen was, bijvoorbeeld een boek, het was een socialistische vereniging, het socialisme en de natie, dat wij dat probleem bestudeerden. Maar die mensen, die verzetsmensen, zijn niet teruggekomen na de oorlog, dat is juist, Die zijn in concentratiekampen terechtgekomen. En dat waren niet alleen socialisten, daar waren communisten bij, mensen die we allemaal kennen. Ziet u? En die zich verdienstelijk hadden gemaakt in de Vlaamse beweging. Er waren christendemocraten bij, er waren kajotters bij en dergelijke meer. Die zijn, maar natuurlijk niet, maar die zijn naar de concentratie gekomen. Daarna, op een moment waarop inderdaad daar een vraag bestond, van repressieroes, zal ik maar zeggen, zonder veel onderscheid. Waarmee trouwens juist diegenen die flamingant geweest waren, zich tegen verzet hebben. Wij hebben geprobeerd in ons dorp te vermijden dat de repressie uit de beugel zou springen. Wij konden begrip opbrengen, we moesten die mensen niet. We hebben dat ook vermeden dat men de meisjes het haar afsneed en dergelijke meer. Maar dat vonden wij afschuwelijk. En daar heb ik al lange vlug niet meer aan deelgenomen aan dat soort van dingen. Omdat we het ook maar al te goed wisten. Inderdaad, dat een gedeelte van de bourgeoisie zich verrijkt had onder de oorlog. En dat kleine sukkelaars dan dikwijls lastig gevallen werden op een overdreven manier. Dat wil ik nog eventjes onderstrepen. Dat is juist, en het heeft inderdaad, heeft dat nu werkelijk de Vlaamse beweging zo lang geremd? Wel, goed, dat is een ander thema, Ik denk dat we, dan hebben we de koningskwestie gehad, we hebben de schoolstrijd gehad, en dat soort van dingen allemaal. Wat krijgen we daarna? De boom van de jaren 60. En eigenlijk krijgen we een Vlaamse bourgeoisie die een Vlaamse beweging kan dragen. Eindelijk krijgt hij een klasse achter zich, Dat is niet de arbeiderklasse geweest, want inderdaad, dat is juist, de arbeiders in mijn dorp, dat waren dokwerkers, als die de leeuw daar zagen uithangen van de leider van de toenmalige VNV, hadden ze daar niks dan smaad voor over. Want inderdaad, deze mensen hadden nooit iets gedaan, behalve de frontisten daarvoor, maar hadden nooit niks gedaan voor het enkelvoudige algemeen stembrecht, die hadden nooit aan hun kant gestaan, die waren niet, die waren Vlaams, maar niet in deze zin dat ze achter een leeuwenvlag gingen lopen. Die hebben nooit achter leeuwenvlaggen gestaakt of zoiets. Dat was een vlag, laten we zeggen, van de gemiddelde kleine burgerij en van de intellectuelen waar ik toe behoorde. Wij waren allemaal intellectuelen op school, dat en nee, om in het college, anderen die naar het college gingen, wij waren allemaal.
maar... gevoelig voor de Vlaamsgezindheid, maar geen dokwerker in Ekeren, daar moesten we, mijn dorp, daar moesten we niet mee afkomen, niet dat interesseerde hen bitter weinig. Maar we hebben na de oorlog niet op de Vlaamse bourgeoisie gewacht om de Vlaamse beweging te herbeginnen, want dan zouden we nog altijd zitten. Maar is in ieder geval... Die Vlaamse bourgeoisie spreekt vandaag. Die was nodig. In 47, 48 is de Vlaamse beweging voor een groot deel erop gevat door mensen uit de jeugdbeweging. Daar ben ik absoluut mee akkoord. Een groot deel. En niet bij de bourgeoisie. Die stroom, eens dan werkelijk ontstaan is, die Vlaamse bourgeoisie. Als het goed gaat, komt de bourgeoisie altijd. Heel de Vlaamse beweging heeft daartoe bijgedragen. En uiteindelijk is het ook zo dat heel wat leden die uit de collaboratie gekomen zijn, het daarna bijzonder goed gesteld hebben in de tijd van de opkomst van de Vlaamse bourgeoisie. Zodanig niet waar dat zij vandaag werkelijk samen met de andere flaminganten uit de bourgeoisie, niet waar, die niet gecollaboreerd hebben, allemaal samen terug te vinden zijn in één groot pakket dat nu de leiding heeft in Vlaanderen. Het is te zeggen. Vroegere Frans Quillons ondernemers maken nu deel uit van het Vlaams Economisch Verbond. Walter de Bond. Ik zou toch even willen hier een paar woorden zeggen. Niet als antwoord, maar als correctie op hetgeen mijn vriend Coppieters gezegd heeft. Die nasleep van de collaboratie na 1944 heeft niet zo lang geduurd als hij het zegt. Ik meen dat. Hij schuift op de regeringen na 1944 heel wat hoofdzonden. Maar hij vergeet te zeggen dat reeds op 3 mei 1948 men het centrum Armel, dat de officiële titel draagt van Centrum van Onderzoek voor de Nationale Oplossing van de Maatschappelijke en Rechtskundige Problemen in de Vlaamse en de Waalse Gewesten, opricht. En dat dit centrum Armel in het staatsblad van 4 juni 1948, wet van 3 mei 1948, een ei legt dat buitengewoon interessant is. Welke zijn hun conclusies? 1. De Waalse gemeenschap en de Vlaamse gemeenschap moeten gaaf zijn. De Vlamingen die zijn in Wallonië en de Walen die zijn in Vlaanderen vestigd moeten door het milieu opgeslopen worden. Aldus wordt het persoonlijk element opgeofferd ten voordele van territoriaal element. 2. Dus moet het cultureel stelsel Frans zijn in Wallonië en Vlaams in Vlaanderen. En als gevolg daarvan worden in 51 twee cultuurraden opgericht. Die helaas een zachte dood sterven, niet ten gevolge van de repressie, niet ten gevolge van de collaboratie, maar ten gevolge van de crisis die toen op gang was en die was lid van de eerst wilde bestrijden. Die is nooit bijeen gekomen. Daar rond hebben zich veel zaken voorgenomen en heeft het hier gezegd. De VTB, het Davidsfonds enzovoort zijn onmiddellijk terug in het werk geschoten. Faya schrijft Vlaamsgezinde artikels in de Vooruit. Gerlo in het tijdschrift van het verzet van het onafhankelijkheidsfront. Front. Schrijft onmiddellijk over federalisme, gaat onmiddellijk vooraan om de enorme repressie op de kleine man die waren te proberen te milderen. En je zit hier, ik kan het u zeggen, hij was op dat ogenblik de leider van een van de nationale verzetsbewegingen, die trouwens de slechtste naam gekregen heeft omdat ze het best gevochten heeft. Twee prachtige zwaluwen, echter zonder lente. Vriend van de Kerkhove, mag je niet overdrijven. Ja, ik was zeker niet alleen. We hebben een congres gehad reeds met vele jonge mensen. Het eerste congres werd georganiseerd door 47. Vlaamse studenten. De BWS, die toen nog niet was, wat het achteraf geworden is. Zeer verdienstelijk werk en er waren zeer veel flamiganten. Zeer veel Vlaamse zin. En ook zeer veel flamigantische verzetslieden. Wij waren toch talrijk. Wij waren toch talrijk hoor, die niet dus in het andere kamp zaten en die toch door en door Vlaams gezind waren. Ik kan u dat verzekeren. In 48 was er de studiedag van het Vermijlenfonds. Er is de actie van Achilles Mussen, nietwaar? Dus altijd flamigant geweest. Hè? Vooraanstaand verzetsman. Op krant ook. Je hebt ook het volgende natuurlijk, dat is dat onder de katholieke Vlamingen en zo meer, nee. Dat negeer ik niet, natuurlijk. Onder Gemeerk heb ik dat ook gedaan. Davidsfonds was dat ook onmiddellijk, natuurlijk. Ik heb een manifest in 1945, waarin dat ik zei, nee, dat we geen duimbreed zouden afstaan van datgene wat eigenlijk de essentiële eisen waren van ons Vlaams volk en zo. Het moet dus een beetje matig zijn wanneer men spreekt over de gevolgen van de collaboratie op de Vlaamse beweging in negatieve zin. Ja, moet een beetje matig zijn. Gedurende 5 jaar. Ik zou toch een beetje. Ik geloof dat we allemaal een beetje gelijk hebben. Ja, wat dat betreft, inderdaad. Er waren aspecten die erop wezen dat het positief, of hij niet zo erg was en andere. Om te beginnen, het Davidsfonds is er een paar keren vernoemd. Voor alle duidelijkheid en voor de historie, meneer De Wilde. Heeft het Davidsfonds nooit opgehouden te werken. Het is niet geweest dat het Davidsfonds na
1944 zich herpakt heeft en opnieuw beginnen werken. Er is geen vacuüm. VVK is ook niet van vandaag door. Inderdaad. Ten tweede, inderdaad, onder andere de fondsen, ik herinner me zeer goed, in 1947, de drie fondsen hebben de strijd opgenomen tegen de talentelling van 1947. En dat hebben we gedaan met de middelen die voor de oorlog gebruikt werden enzovoort. En er is heel wat Latijn en centen in gestoken. Maar, men kan zeggen... Dat is moeilijker, hè? Klein, maar voilà, moeilijker. Dat is het. Dat kon, maar de resultaten waren 7 keer niks. Niks. Met de zwaarste klachten die we hadden, gingen we naar de minister van Binnenlandse Zaken en ze werden allemaal aan de kant geveegd. Een ander feitje, klein feitje, herinner ik me zeer goed, in 1949 hier in de Broekstraat in Brussel. De zaal bestaat niet meer. Had een Hullebroekavond plaats om Hullebroekliederen te zingen. Maar geen mens mocht daar binnen of moest aan de veiligheid van zijn staat zijn identiteitskaart tonen. Dat was een sfeer van terreur nog in 1949. Wat niet belet heeft dat er andere dingen wel probeersels mochten en konden. Want zonder veel resultaat. Die flanken duurde ook. Professor Van Isacker. Ik was even verbaasd toen ik hoorde mijn collega Jan Kraaijbeck zeggen dat de Vlaamse beweging nu in de handen is van de bourgeoisie. Als dat inderdaad zo zou zijn, ik weet dat het gelukkig niet zo is, dan zou dat betekenen dat de Vlaamse beweging voorgoed en voor altijd netjes ingepakt is en in de kast zit, want de bourgeoisie komt af op het moment dat de centen aan de horizon verschijnen. Maar van dit terloops, ik wou even dit zeggen. Om bepaalde misverstanden die blijkbaar opgerezen zijn, ook uit wat ik vroeger gezegd heb, uit de weg te ruimen. Iets wat wij niet mogen vergeten, het is eventjes aangeraakt door Clem de Ridder. Dat is de voorgeschiedenis. De flaminganten voor de oorlog waren inderdaad in civieken. Als een staat stelselmatig zo lang een volk miskent, dan is de collaboratie, wanneer die mogelijkheid zich voordoet, onvermijdelijk. En dan is de eerste verantwoordelijke voor die collaboratie die staat zelf. En het is evident dat als het stelsel dat nu aan de gang is, zeggen het netjes wegruimen en opruimen van de Vlaamse beweging, blijft duren, en de miskenning van de eerlijke bedoelingen van de generatie die in 1940 in de collaboratie gaan, ik wil er nog eventjes meer over zeggen, als dat voortgaat, dan is een nieuwe collaboratie bij een andere gelegenheid even onvermijdelijk. Ik heb gezegd dat ik de collaboratie dankbaar ben. Ik moet het even nuanceren. Wat ik bedoelde was het volgende. Ik ben de generatie dankbaar die met vaak misleidende leiders in de collaboratie is gegaan, omdat zij gebruik gemaakt heeft van een historisch moment om te pogen niet in het Duits systeem in te treden. Dat is nooit de idee geweest, wel van sommige leiders misschien, uit een soort lafheid of halfslachtigheid, maar zeker niet de idee geweest van heel die generatie die volgde, maar om te pogen in die nieuwe, we mogen niet oordelen in functie van wat gebeurt na 1944, maar in functie van wat gebeurt onmiddellijk bij het begin van de oorlog, in die nieuwe omstandigheden die voor velen, voor de meesten onvermijdelijk waren, een nieuwe toekomst klaar te maken voor het Vlaamse volk. En in dat verband ben ik verbaasd dat Maurice de Wilde zo vaak gebiologeerd blijkt door het getal. Het is altijd een minderheid. En het is nooit de meerderheid, de massa, laten we zeggen, die gelijk heeft. Het is altijd een minderheid die poogt een nieuw stelsel in soms moeilijke omstandigheden, in soms riskante omstandigheden. En wanneer het misloopt, in verderfelijke omstandigheden, met alle gevolgen van dien. Het is altijd een minderheid en het zal altijd een minderheid blijven, heel de geschiedenis van de revolutie tot nadat, die iets nieuws probeert. Maar het is niet omdat het een minderheid is, professor Van Isacker, dat ze gelijk heeft. Het is zeker niet omdat er een meerderheid is dat deze minderheid zo ongelijk hebben. Gebiologeerd zegt u door het aantal, misschien wel, omdat mij dat treft. Er zijn in de geschiedenis wel minderheden die gelijk gekregen hebben. Maar u spreekt opnieuw van de generatie die professor mij Van Isacker heeft iets genuanceerd. In 40 aan bod is gekomen, een generatie. Maar dat was geen generatie, dat was een klein deeltje van die generatie. Het was het belangrijkste van die generatie. Voor mij is dat belangrijk dat een klein deeltje was. Dat waren de sterken uit de generatie en die maken de toekomst. Het is nu mislukt in dit geval. De sterken stonden ook langs een andere kant. De sterken stonden ook langs een andere kant. Niet alleen zo gezegd bij de kom aan. Men mag dit natuurlijk niet in zwart-wit, dat geef ik graag toe. Ik bedoel het toch niet elite. Men overdrijft hier zeer veel. Ik heb daar ook overdreven daar straks. En ik wil eventjes ingaan op wat Karel Van Isacker heeft gereageerd op. Op iets wat ik waarschijnlijk veel te kort en te gebald gezegd heb.
Ik heb erop gewezen dat er een nieuwe groep ontstaan is die vroeger veel minder sterk was en veel minder betekenis had, die zich dankzij een boom van de jaren 60 ontwikkeld heeft en die werkelijk op alle vlakken, op alle niveaus toegang gekregen heeft. Maar niet zozeer te vergelijken met de bourgeoisie uit de 19e eeuw in Wallonië en Brussel. Natuurlijk. Maar eerder mensen, managers, kaderleden en dergelijke meer, en die van het Vlaams Economisch Verbond werkelijk de hefbomen van de macht in handen gekregen hebben, niet noodzakelijk kapitaal. En dat tot dan toe, dan hebben we toch een hele hoop dingen. Dan zijn we eindelijk kunnen gaan spreken, nietwaar, van zelfbeschikkingsrecht, zelfbeheer en dat soort van dingen, nietwaar, van een werkelijk federalisme. En daarvoor werd er doodgewoon geen sprake van, nietwaar, zie je? En dat wilde ik vooral onderstrepen. En ik heb natuurlijk een beetje te kort uitgedrukt, maar ik geloof niet dat ik fundamenteel anders over deze kwestie denk dan nu. Voorzitter, mag ik iets zeggen met betrekking tot datgene wat professor De Kweker daar Crybacks zeer juist gezegd heeft? De dokwerkers bijvoorbeeld, die steken geen levenvlag uit. Maar ik vind dat triest. Dat is ook niet waar. Ik vind dat triest. Nee, maar het is onjuist. Antwerpse dokken, 68 aan de hoogste kraan. Hè. 68, pardon. Maar we zijn nu in 68. Ik sprak voor de periode, voor de oorlog. Waarom? Het gaat tegen die valgemeningen. Mijnwerkers in de Kempen. De arbeidende klasse, ook in Vlaanderen, of de loontrekkende, hun levensstandaard is gestegen. Maar ik heb nog nooit geworden. Ik heb nog nooit een levensgracht gezien. Eindelijk geworden voor bepaalde waarden. Voor de oorlog was de levensstandaard aanzienlijk gestegen. De mensen hadden nauwelijks genoeg om brood en aardappelen te kopen. Niet waar. Nu wordt het helemaal anders. Nu gaat men deelnemen. Niet waar. Nu wordt men gevoelig, laten we zeggen, voor, als u wil, kleinburgerlijke waarden die de arbeidersklasse overneemt. En daartoe behoorde de toenmalige Vlaamse beweging was kleinburgerlijk geweest. Niet waar. In een zeer sterke mate. Maar ik heb nog nooit een leeuwenvlag gezien aan het Volkshuis van Kortrijk. Nog nooit. Zij hebben maar één vlag, de rode. Ze winnen 11 juli maar af. 11 juli, als zij een stoet organiseren. Ja, maar en als ze geweigerd worden in de officiële stoet. Ja, maar niet aan de dingen zetten. Nee, dat is tragisch, he. Dat is peter. Dat is peter. Ja, maar dat is tragisch. Het is een ander debat, he, meneer Van der Kerkhove. Ja, dat zijn de gevolgen van de collaboratie, weet u, voor een deel. Dat was er iets voor de oorlog. Maar voor de oorlog, dat is wat anders, maar het is eigenlijk verslecht door de collaboratie. Sommige. Een paar jaar heeft dat geduurd, zoals in 18. Zoals in 18. Heer de voorzitter, ik zou iets willen zeggen over in dit kader, want het gaat toch over 40 jaar later. En wat de collaboratie voor ons heeft betekend in verband met onze verhouding met Nederland. Meester Van der Kerkhove heeft daar straks gezegd dat die zeer veel schade is toegebracht door de collaboratie. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zou zelfs zo ver willen gaan om te stellen dat tot ongeveer 1970, dat is toch nog niet zo lang geleden, dat het zeer moeilijk was om in Nederland enig begrip te krijgen voor onze, voor de collaboratie in Vlaanderen. Woorden als diets, groot Nederlands, zijn helemaal weggeëpt en hebben wij als het ware, wij die nu nog altijd voorstander zijn van de samenwerking met Nederland, hebben wij uit ons vocabularium moeten weggommen om opnieuw met Nederlanders aan tafel te kunnen gaan zitten. Dat blijft Duits voor de Maar dit Ik is heb een gevolg niet van de Vlaamse collaboratie, maar dat is een gevolg van de Groot-Nederlandse collaboratie in Holland. En de reactie daartegen. En nu inderdaad, heeft men het voorgesteld, onder andere bij Willemsen wordt dat sterk benadrukt, dat er tevoren zo'n goede contacten zouden zijn geweest tussen Vlaanderen en Nederland, maar die contacten waren er alleen precies met deze Groot-Nederlandse extreemrechtse groep, kleine fractie. Ja, en deze mensen zijn in de collaboratie gegaan, en dus is het niet de Vlaamse collaboratie, waardoor die woorden nu in Nederland onacceptabel zijn geworden, maar hun collaboratie. Onder meer hebben een deel van de mensen die voor die samenwerking waren ook duidelijk in Nederland gecollaboreerd, maar daar wilde ik het nu niet over hebben. Ik wilde alleen zeggen, van sprekend als activist vanuit mijn ervaring, dat ik tot in 1970 bij voortduring geconfronteerd werd met het feit dat het zo goed als onmogelijk was, ook als jongere die geen enkele rol had en heeft gespeeld in deze oorlogsperiode, om dan met Nederlandse jongeren tot een gesprek te komen. Dat deze woorden die hier in het Vlaanderen van nu nog soms bruikbaar lijken, diets en groot Nederland, dat ze absoluut
verbrand zijn voor de Nederlanders, dat we ze ook moeten verbranden. Want dat een samenwerking niet meer mogelijk is nu, wanneer men deze woorden nu nog ten tonele voert. Maar vanaf 1970 is er dus een zekere kentering gekomen in die verhoudingen met Nederland, op het moment dat steeds duidelijker werd dat de Vlaamse beweging na de oorlog eigenlijk terug, dan in haar politieke vorm, terugging naar de onvervuilde bron waarover Coppieters het had. Naar een pure democratische beweging die dus haar rechten binnen België wilde veroveren via democratisch bestel. En dat geeft in Nederland de samenwerking met de Vlamingen weer meer mogelijk gemaakt. En dat heeft dan onder meer geleid, laat me even afmaken meneer De Wilde, en dat heeft dan onder meer geleid tot bijvoorbeeld de instelling van een, nu reeds, bestaat 5 jaar, betwiste instelling, de instelling in 1981 van de Taalunie, die eigenlijk een uniek verdrag is, ingesteld tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, specifiek de Nederlandstalige gemeenschap, waarin men de gemeenschappelijke zorg voor de taal en cultuur aan een instelling toewijst, op grond van, niet van een wat vage ideologie, maar op grond van feitelijkheid, op grond van zakelijkheid. Wel nu, wat stelt men nu vast? Dat een deel van de Vlaamse beweging daar nogal afwijzend tegenover staat. Tegenover deze gestructureerde, geïnstitutionaliseerde samenwerking. Omdat deze Vlaamse beweging nog steeds niet los is van een soort vage, Dietse, Groot-Nederlandse ideologie. Die inderdaad niet meer functioneert. En die naar mijn gevoel niet meer zal functioneren. Wij moeten met Nederlanders als ons eerste buitenland samen kunnen werken. En het is dus het feit dat zo lang geduurd heeft, dus van 45 tot 80, dat men werkelijk in een zakelijk verband dingen samen kon gaan doen, dat is voor een deel het gevolg van de verwarring die de collaboratie tot gevolg heeft gehad. Er is, meneer Deleu, als ik mag, meneer de voorzitter, toch een belangrijk element dat u niet vermeldt. Dat is dat de Noord-Nederlanders bij mijn weten nooit erg gevoelig zijn geweest voor Dietsland. Dat de vragende partij is daarbij Vlaanderen geweest. En we hebben daar nooit vanuit Noord-Nederland een degelijk antwoord, ik wil zeggen van een goed gedeelte van de bevolking, antwoord opgekregen. Hoewel zeer vele mensen aan Dietsland gedacht hebben, ook buiten de collaboratie trouwens. Trouwens, als u nu in Vlaanderen komt, of liever als u nu in Noord-Nederland komt, dat treft mij, ik ben er onlangs nog geweest, dan wordt u nooit betiteld als Vlaming. U wordt altijd betiteld als Belg. Ja, dat Dietsland, dat slijt, ik ben er zeker van, als u de straat op gaat in Nederland en u vraagt Dietsland, wat is dat, dan ze zo radicaal voor uw neus naar beneden uit de lucht vallen. Hè? Dat zegt u niks. Maar dat heb ik ook dat is een Vlaams element. Dat de term weggehond is. Wij hebben daar weer eens gehoopt, hè. Wij hebben daar ook weer gehoopt, nietwaar? Maar dat komt niet. Dat geeft kansen aan een Vlaamse natie. De Nederlanders hebben een staatsdenken en geen volksdenken. Dat is juist. Een gewoon en daarom klein moeten wij hier staat worden, vooraleer wij met Nederland behoorlijk zullen kunnen werken. Ja. Gewoon kleine historische aanvulling, Paul. Het is maar één wat er kan gespeeld. U weet de goede verhoudingen. Geil, wat is er al niet geschreven over Geil? Nee, professor Geil en zijn verhouding tot de Vlaams nationalisten. En het zou heel nuttig zijn als we zijn brieven herlezen, onder meer de briefwisseling met Borgino. En die brief van 39, waar Borgino nog in een brief op samenwerking op bepaalde gebieden moet aangedrongen hebben. En waar Geil zegt, dit zal heel moeilijk worden als gij de nationaal-socialistische toer. Er is toen al een rechtse revolutie, dat is het belangrijke. De collaboratie ligt in het verlengde van de rechtse revolutie, waar sommigen zich trouwens nadrukkelijk op beroepen. Een hele literatuur, en dat klimt al hoog op. Daar liggen al wortels van het einde van de 19e eeuw. Dat ontwikkelt zich daarna in de tijd van de crisis. Bijvoorbeeld iemand zoals Lode Klaas, die hier afwezig is, die er wel nu, die gaat er prat op. Hij is een verdediger en hij gelooft daarin, niet waar, van wat hij noemt de rechtse revolutie. Niet, met allerlei inslag, moras en noem maar op.
En Geil was inderdaad, zoals u zegt, bevreesd voor wat hij toen las in het toenmalige Volk en Staat op het gebied van racisme en dergelijke meer. Ja, tussendoor wil ik wel zeggen dat Lode Klaas uitgenodigd was voor dit debat, maar dit geweigerd heeft. Inderdaad, ik zou graag tuchtvol terugkeren naar het thema, de gevolgen voor de Vlaamse beweging. En ik denk dat er moet worden gezegd dat de gevolgen, paradoxaal genoeg, minder noodlottig zijn geweest, precies door de overdrijvingen, massale en het duidelijk onrecht van de repressie. Dat is wel belangrijk. Wanneer men een geliefd schrijver als Ernst Klaas vervolgt, wanneer men iemand als Van Overstraat in de bak stopt, zich vallig onthoudt van de collaboratie, wanneer men een gekend anglofiel als Borgeno zwaar straft, dan maakt het wel voor vele mensen duidelijk dat daar een heel bijzondere relatie bestond tussen collaboratie en Vlaamse beweging en tussen repressie en collaboratie. Dat er wel dingen waren die waren niet zo eenvoudig, zo duidelijk waren. Dat, geloof ik, is toch belangrijk. En ik mag misschien even daarop wijzen dat verband, men heeft al een paar keer de IJzertonen geciteerd en het testament van de IJzerjongens. Hetgeen er gebeurd is, straks 40 jaar terug, het dynamiteren van de eerste IJzertoren, dat baarde volledig niet waar in het klimaat van hoera-patriotisme en anti-Vlaamse sfeer die men wilde creëren. Dat bepaalde ook zeer duidelijk. Hè. De gekende slugschuldigen zijn nooit gevonden geweest, dat weet je ook in de tussentijd wel. Maar nu, wat is er gebeurd? Enkele maanden later was er de jeugdherstelbedevaart van jeugdbewegingen die niet betrokken waren bij de collaboratie, helemaal niet. En een jaar later hernam het comité, dat steeds op blijven voortbestaan, hernam zijn werkzaamheden ook openbaar, met de medewerking van een aantal figuren van het vroegere comité en een aantal nieuwe figuren, waaronder diverse verzetslieden. En enkele een jaar later geloof ik, werden Germain Lefever en uw dienaar door de verzetsman K. van Koulaert terug actief gemaakt in het comité. Dat is toch belangrijk als een element van de gevolgen van de collaboratie en daarmee de verbonden zijn de repressie op de hele Vlaamse beweging. Meneer Daals, ik geloof dat wij hier rond deze tafels akkoord zijn om te zeggen dat men in België tenminste tijdens de repressie op de gaspedaal heeft geduwd. Hè? Wanneer we dat begrijpelijk zouden willen uitdrukken. Maar toch is het zo, en ik heb dat dikwijls gemerkt toen ik in contact kwam met de mensen uit de collaboratie en uit de repressie, dat hier in Vlaanderen de repressie wordt beschouwd als de wreedste ter wereld. De meest strenge repressie ter wereld. Nou, dat is omdat men gaat vergelijkingen maken met sommige landen en niet met andere landen. Men telt 242 en men stelt dat tegenover Nederland, waar gevoelig minder zijn geweest. Eigenaardig genoeg stelt men dat nooit tegenover Frankrijk. Dat treft mij dat men vergelijkt altijd met daar waar het minder is. Nooit met cijfers die veel hoger liggen. Want in de repressie moet men niet alleen rekening houden met het optreden van het gevestigd gezag, dit wil zeggen het gerecht. Maar bij mijn weten is in de repressie moet men ook rekening houden met het optreden van het verzet. Wel, als men die twee in aanmerking wil nemen en het optreden van het verzet in de dagen van de bevrijding en het optreden van het Belgisch gerecht, dan moet ik u zeggen dat er in Frankrijk een veel, veel zwaardere repressie is gevoerd geworden dan in België en ook in Vlaanderen. Ja, daar zijn er duizenden en duizenden door het verzet van kant gemaakt. Eenvoudig van het leven benomen. Gedood, vermoord. Hè. Maar nu, dan moeten we toch zeggen, als we naar België bekijken, ik weet, er zijn enkele gevallen geweest in de bevrijdingsdagen, maar dat is hoegenaamd niet te vergelijken met de massale uitroeiing die in Frankrijk is gebeurd. We moeten opletten als we spreken over de sterkste of de strengste. Hè. Want dan zou ik vragen, kijk dan ook eens naar ik moet zeggen dat hier in ons land men tijdens, en ik ga waarschijnlijk veel voor het hoofd stoten, maar ik ben daar nu toch gewoon. Hè. Dat is dat repressie in ons land eigenlijk in mijn ogen blijk heeft gegeven van een mate van discipline. Want als we vergelijken met, nee meneer Daals, dan, ik wil u enkele boeken bezorgen waarin de repressie in Frankrijk is beschreven. Ja, maar weten, dan gaat u zo'n ogen openzetten dat dat mogelijk is geweest. Er is geen enkel land dat zo gecollaboreerd heeft als Frankrijk. Maar meneer De Wilde, er is een misverstand door. Frankrijk heeft gecollaboreerd zoals geen enkel ander land. Nee, maar, heel de regering collaboreert. Toch wat Paul Daals en mij betreft, als wij spreken van mateloos, hebben wij het niet over de straatrepressie. Dan hebben wij het over de officiële repressie. Ja. Met uitspraken die het in hetzelfde jaar, ja, levenslang in één jaar en zo. Ik moet het niet
herhalen. Mateloos en soms zonder rechtsgrond. Daar hebben wij het over. De straatrepressie is bij ons niet de vreedste geweest. En in Nederland, waar men altijd naar zegt dat het veel beter was, zijn er een paar kampen geweest. Veel vreder als er ooit een kamp waarin zwarte zaten hier heeft gehandeld. Ik spreek niet van straatrepressie. In Nederland is de repressie door het gerecht zeker niet milder geweest dan bij ons. Als u het boek leest van Bellinfante, getiteld In plaats van Bijltjesdag, dan stelt u daar vast dat datgene wat wij in ons milieu gewoonlijk afschilderen als een anti-Vlaamse vervolging hier in Nederland precies zo of erger gebeurd is. Kijk, maar daar was de collaboratie een echte machtsgreep van uiterst rechts. En bij ons niet, lag de zaak anders. Wat is het verschil? Ik zie werkelijk niet wat het verschil is tussen de zogenaamde machtsgreep van de NSB in Nederland en de niet blijkbaar machtsgreep van het VNV en de rechts in Vlaanderen. Maar meneer, dat zie ik werkelijk. Gij vergeet sommige dingen. In 40 was er in Gent geen Vlaams theater meer. Ik zie wel degelijk dat verschil. Daar bestond enkel het Franse theater. Ja, en toen hebben we de bezetters, zeer spijtig, nietwaar, de Nederlandse Schouwburg eropend. Ik zie wel degelijk dat verschil, maar rekening houdend met die omstandigheid. Als men vanuit de Vlaams-Nationale Collaboratie een toekomst voor Vlaanderen wilde scheppen, zoals gezegd is, dan wilde men daar een toekomst scheppen waarin voor mij en voor veel mensen met mij geen plaats was. En dat is wat ik hier eens wou gezegd hebben. Dat is ook waarom ik mij gekrenkt voelde bij het begin van wat er hier gezegd is. Er is met die collaboratie in heel België en in Nederland en in Frankrijk en in andere landen een regime geïnstalleerd waarin voor zeer veel mensen geen plaats meer was. Ja, maar het is een grote vergissing te denken dat de generatie die collaboreerde bedoelde een regime op te roepen waar jij geen plaats had. Dat bedoelde ze inderdaad, want dat schreef ze op dat ogenblik. Jawel, dat schreef ze. Nee, de leiding heeft zich laten misbruiken door de Duitsers in deze richting, maar het was zeker niet de bedoeling heeft van de... Heeft zich laten misbruiken? Ik denk dat het hier tussen heeft de daarvoor gekozen? Ja. Als ik denk aan de mensen die in mijn klas zaten, ik was toen nog jong, hè. En dergelijke meer, die hebben niet die snode plannen gehad, hè. Die waren werkelijk, laten we zeggen, die dachten eigenlijk niet zo ver. Hè. Dat was meer gevoel. Bovendien, praten met elkaar, hè. Achteraf natuurlijk. Het is, en daarom ook in de periode van de repressie, daar ben ik grondig van overtuigd, dat als men het beziet vanuit een links, uit een verzetstandpunt en uit een democratisch standpunt, dat het verzetten niet alleen wat dat betreft moreel fout gezeten heeft, hè, maar zelfs uit een tactisch en strategisch oogpunt fout gezeten heeft men. Zo ver te gaan, niet waar, met een hele hoop mensen lastig te vallen, dat heeft zijn sporen nagelaten en is totaal nutteloos geweest. Niet waar. Het heeft inderdaad dan toch ook wel een beetje een rem gezet, want men durfde, dat is waar, men moet dat zeggen. In Antwerpen op de tram durfden mensen die gewoon waren, zelfs schoolmeesters, Vlaams onder elkaar te praten. Nederlands, hè? Wel, die begonnen Antwerps te praten, want men was direct verdacht. De Flaminganten onder de oorlog, die had men beluisterd voor de radio, dat was werkelijk zo, niet waar. Dat is geen grap, dat is werkelijk zo. Zo is het een tijdje geweest. Ik zal niet lang bij stilstaan, maar het is onvermijdelijk dat de repressie ter sprake komt. Ook met het thema dat voorzien was voor dit debat. Ik ben De Wilde dankbaar dat hij al past in een paar gedeelten van zijn lange reeks daar aandacht heeft voor gehad. En zeer duidelijk, met veel begrip, Denk aan de dendermondenaar die terugkeerde met zijn moeder en het kleine kind. En ik denk aan de invalide oostfrontstrijder. Dat waren hoogtepunten in deze reeks volgens mij. En dat wordt niet gelogen. Nu, er zijn overdrijvingen gebeurd, er zijn vreselijke excessen gebeurd waarover men zich nu schaamt dat ze gebeurd zijn. In naam van, meestal dan van het verzet, dat is volgens mij genoeg gezegd. Maar mag ook niet, als men het heeft over de gevolgen, iets anders doen. En ik bedoel daarmee het volgende. Men moet collaboratie, wat ze heeft gedaan en haar schuld, moet ze ook niet aandikken. Hm? Ik ben van mening, en De Wilde zal me dat hopelijk niet kwalijk nemen, dat MO niet is geweest, nietwaar, dus zoals het is tevoorschijn gekomen uit de behandeling. MO, nietwaar, dus, en de sabotage van MO, wij zullen het geweten hebben, nietwaar, dat is zonder betekenis. En het is niet omdat men nu twee Vlaamse officieren, het geval van twee Vlaamse officieren zou gevonden hebben, dat MO niet belangrijk is geworden. Zoals ook het verzet, hè, voor Stalingrad, het was niet veel, hè. En wat mij ook is opgevallen in de uitzending, 11 november is er geen groot defilé geweest, hè. 11 november 40 voor de congreskolom, hè. Geloof het niet, hè. Het is niet waar. Hè. Grote defilé. Ja, officieel, maar er is... Wat
Dit is een groot defilé. Er waren 3000 mensen. Het was een defilé waarbij men de ganse dag bloemen heeft neergelegd voor de onbekende soldaat. Gij kunt dat een beetje belachelijk vinden, maar ik vind het niet belachelijk. Het was de eerste keer toen ik rekening hield met 11 november. Het was dus opnieuw een beetje Belgicist van Flamingant als protest tegen de Duitsers. Het werd zeker niet gezien als een grote verzetsdaad, hoor. Dat scheurde aan slachtoffers van de oorlog. Maar die grote manifestatie van verzet, het is niet waar. In 40 was er dat nog niet, hè? Ja. In ieder geval, professor Gerlo, ik ben zeer blij dat je dat geval hebt aangehaald van de MO. U zegt, daar is niks van aan geweest. Jawel, ik ben al zeer blij. De klerk heeft het aangedacht, dat heb nu. Ik ben duidelijk gemaakt. Ik ben al zeer blij dat er op dit ogenblik een aantal mensen, waaronder professoren, aan het studeren zijn en dat aan het verifiëren zijn. Laten we zeggen, dat is voor mij al belangrijk dat ik daartoe aanleiding heb gegeven dat men dat nu dichterbij gaat bekijken. Maar blijf vooral de mop van het spiegeltje, het is, tot vandaag. Dat is geen mop. Dat is geen mop. Een lol, volgens u is dat een lol. Zeg dan tenminste, volgens mij is het een lol. Dat is volgens mij een lol, maar er zijn officieren die in het leger stonden, nietwaar, die zeggen dat is geen lol, meneer Gerlo. Nietwaar, u kan dat zomaar niet als... We nemen het niet op u, ik neem het op de man die zegt dat, dat is sabotage. Laten we aannemen, professor De militaire organisatie... Dat het goed is dat de studie nu grondiger zal gebeuren. Hè? Dat is een positief iets. En daarvoor zijn we u dankbaar. Maar dat was de klerk, nietwaar? De hoofdverantwoordelijke voor wat er aan de Duitsers werd gezegd. Hè? Het is raadelijk gezegd door Duitsers in uw uitzending. Dus de klerk had zijn reden om het aan te dikken en om dat op te schroeven. Het is een schande dat hij het gedaan heeft natuurlijk. Hè? Goed, de MO wordt nu onderzocht. Dat is een verdienste van Maurice dat hij het aangekaart heeft aangebracht in zijn uitzendingen. Daarmee besluit ik het debat. Ik dank de heren voor hun aanwezigheid in Studio 1. En we kunnen wel zeggen tot afscheid dat er in het najaar een nieuwe reeks zullen zijn van de productiekern Tweede Wereldoorlog over andere aspecten van het verzet en van de collaboratie. Goedenavond.